Thank you.
jongens. Geef me. Kom eraan. Geef me nog 1 minuutje. Ik hoop dat iedereen een goede livestream heeft gevonden. Het is allemaal weer een groot experiment. Zoals gewoon streamen momenteel ook live op Odyssey. Dus Skikuda gaat dan. Geef me 1 minuutje, ben er zo. Zo. 54 man in de huis. Welkom. Zo. Nord Stream 2 heeft een scheetje gelaten. Pak ook even jullie als chat erbij. Ja, ik ben dus nu live aan het streamen, ook op Odyssey. Ja, de bedoeling is dat ik op een dag gewoon de knop indruk en dan overal verschijn. Overal. Hè? Op alle kanalen. In de hele wereld. Op billboards. Op de tv van je oma. Is rustig, joh. Gewoon, dat, en dan gewoon zo, weet je wel. Ik start livestream, maar dan overal mijn hoofd in de metaverse. Zover is het nog lang niet. Maar het begint ergens. Je moet ergens beginnen, toch? Dus Odyssey is het nou ook. Nou, kijk, samen een mooi einde. God non de Jew. We hebben met z'n allen even kijken wie er allemaal in de chat zitten. Dus even de chat erbij pakken. Ik doe tegenwoordig gewoon zo de chat voor. Dus Ben van Ekelen, Kalme Kletsenoor. De Ver van Mijn Bed Show, Denk Na 2020. Zal ik even een beetje muziek op de achtergrond doen dan? Hè? Denk Na 2020, Ewout van Mansum, Frits Duisters. Kiele Kiele, Lydia Blond. Maybe This Time, Melle Bergtaler, Mirjam Willemsen. Nummer 1 Nun, V. Pascal van Waveren, Avenger. Peter Leo, Koffie. Grounding, Ricardo Penders, Rick Peters, Ronald H. Sailor of the Mind. Godverdomme, diep ouwe. Smokem, Strijkspray. Hey, Strijkspray. Swerm J, Verna, Willem Schrievers, Exhale. Darkness 1984. Welkom. Welkom iedereen in Da Osso. We hebben weer een aflevering waar we op terug gaan koekeloeren. Nord Stream 2, dat is. Dat is waar we het voor gaan doen. Dat hebben jullie allemaal te zeggen. Hamite. Kiele Kiele zeggen het is begonnen. Je ziet de link onderin. Hè? De Ver van Mijn Bed Show zegt even duimpje omhoog voor de poppenkast. Goddamn right, Ver van Mijn Bed Show. Dat is ook goed voor het algoritme, laat ik me vertellen door andere YouTube-creëerders. Die zeggen, hè, kan ook altijd gewoon een soort van kut-excuus zijn om alsnog van likes te harvesten. En zeggen van, ja, wij zijn zo gecensureerd, maar als je onze video liked, dan pakt het YouTube-algoritme het op. Nou ja,
Hè? Misschien moet ik dat ooit op een dag ook maar eens gaan doen dan. Maar het liefst niet. Het liefst doe ik dat gewoon helemaal niet. Vraag ik nooit om iets. En ik moet eerlijk zeggen, zoals mensen als de ver van mijn bedshow, hoef ik dat eigenlijk ook niet te doen. Hartstikke mooi. Hartstikke mooi eigenlijk. Zo, nou, voor Valentijn. Wie voor Valentijn. Wat vonden jullie van de aflevering? Ik hoorde Ben van Ekelen zeggen dat hij een beetje slappe zooi vond. Dus in de chat. Dus, nou, hè, die kunnen ze dan weer mooi in hun zak steken, godverdomme. Wel blij dat je hier bent, ouwe. Ik bedoel, ja, het is wel in ieder geval even een momentje van, ja, hoe zeg je dat? Interactie, hè? Die, ja, hoe noem je dat? Viva Valentine drops zijn altijd vrij impersoonlijk. Ze zijn ook zo druk dat ze niet de tijd nemen om met iedereen in de chat te hangen. Kan ook niet als je de wereld aan het veranderen bent. Ik daarentegen ben eigenlijk, ik krijg alleen maar meer tijd. Niet meer geld per se, daar moet ik nog wat mee gaan doen. Maar vandaag te horen gekregen dat één werkgever voor mij de boel gaat beëindigen binnenkort. Dus moet maar eens even de kans pakken om eens even wat verandering in mijn leven aan te brengen. Dus dat is altijd wel weer spannend. Misschien maar eens wat maken van die comedy carrière waar ik het zo lang al over heb, maar niks mee doe. Aanval op Europa, jongens. De aanval op Europa. Ja, dan gaan we gewoon. Daar zijn we. Haha. Nieuwe aflevering van Viva Valentine. We gaan los. En een boom. En een daar zijn we. En een haha. Idee. Het wordt gekker en gekker met de dag. Ja. Ik heb een... in mijn omgeving heb ik zo iemand zitten die heel erg gelooft in de QAnon en dat soort dingen. Weet je? Mm-hmm. Die zei van hij moet oppassen. Even serieus. Zou die dat fucking expres hebben gedaan? QAnon. Ik had al de zin om eronder te typen. Gewoon volledig fonetisch uit te schrijven. K-U... QAnon? Nee, ik weet het ook niet. Zo, want 23 misschien of... Even wat de mensen. Ronald H. zegt... Derm, moeten ze aan hun inclusiviteitsquota voldoen... en daarom niet met rechtse rakkers zaken gaan doen? Nee. Mijn baas is dood en nu weet helemaal niemand meer wat ik doe in het bedrijf. Dus ze zijn bezig met een soort van eigen kleine great reset. Strijkspray zegt... Doen we een Discordje uit de podcast? Oh ja, goeie Strijk. Je hebt er ook weer zin in. Eens even kijken, Discord. Eens even kijken, jongens. Ik doe ondertussen even de aflevering laten lopen. Er gebeurt iets heel ergs en de wereld vergaat. En we allemaal lachen, weet je. Kijk, ik weet niet, hoe laat komt het nog, weet je. Ik heb geen idee. En toen kwam opeens het nieuws dat er een sabotage heeft plaatsgevonden op Nord Stream... Oké. Hi, hoor je mij ook of niet? Nee. Want ik heb dat helemaal niet aangesloten momenteel. Is het? Zeg ik dat goed? Wacht even. Yo. Wacht even. 1 en 2. Mm-hmm. En ik zat erover na te denken. Dat nieuws kwam binnen. Eerst was er een lekkage. Toen was het heftiger. Toen kreeg ik die beelden te zien van een F-16 die er overheen was gevlogen. Een Deense F-16. En die had beelden gemaakt van goed gigantische... draaikolk en shit die naar boven komt ergens midden op zee. En de langzame zeker dringt tot de wereld dol. Zo, hoor je me nu? Daar is hij. Ja, oké. Ja, ik kan nu dus niet alleen mijn shit niet wegdraaien dit keer. Dus ik hoop dat het allemaal goed gaat even met geluid. Ik heb hier lopen kloten met mijn audio setup en zo. Dus, Oh jeetje, oké. Nee, komt goed. Ik denk dat het wel... Ja, de laatste keer hoefde ik elke keer niet uit te zetten, dus... Hoe is het met jou? Ja, lekker. 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 Ja, net terug van werk. Ik heb de aflevering ook niet gezien. Dus ik ben benieuwd. Ik hoor al slappe zooi. Dus, slappe zooi? Als kwalificatie voor... Ja. Kan jij... Hallo chat. Hallo allemaal. Welkom. Even kijken. Ram even op die like. Subscribe.
Ik werd heel even ergens aan herinnerd toen je dit, dus ik moet het heel even draaien zo. Goed voor de sfeer, anders zit het in mijn hoofd de hele tijd. Oh, lekker, lekker. Omdat het lekker ging met jou, je weet toch? Ah ja, ik snap. Oké. Okay. aflevering. Met jou ook? Ja, is prima. Ja, behalve dat ik vandaag te horen heb gekregen dat, dat ik volgend jaar geen werk meer heb. Oh, aan één kant in elk geval. Ik bedoel, ik heb wel werk, maar in ieder geval niet meer de vastigheid die ik zo heerlijk heb genoten afgelopen anderhalf jaar. Oh, oké. Dus het is klaar met de luiigheid, zeg maar. Moet weer, schept weer mogelijkheden voor nieuwe dingen, toch? Ja, ik heb alleen maar ideeën. Ik heb ook wel weer zin in dingen. Ik ga denk ik wat andere dingen proberen. Ik ga ook helemaal niet fucking solliciteren of zo. Fuck solliciteren. Hè? Ik ga geen fucking vacature naar niemand sturen, niks niet. Solliciteren is wel kut, ja. Is ook niet mijn favoriete bezigheid. Ik heb zoveel gesolliciteerd, maat. Ik heb zoveel fucking werk proberen te vinden altijd in mijn leven. Godverdomme. Ik ben ook overal ontslagen, weet je wel. Dus ik sta ook niet meer... Het doet me helemaal niks meer. Oh, ja. Ja, het gaat mij altijd wel goed af. Maar ik ben er geen fan van. Van solliciteren. Ja, nou, het gaat mij ook altijd wel goed af. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, het klimaat wordt wel steeds... het ligt er ook aan wat voor werk je zoekt, weet je. Als je gewoon whatever de fuck van werk zoekt, dan heb ik ook zo werk, weet je wel. Ik zit binnen een week ben ik een of andere meuk aan het bezorgen in een of andere crappy kutvoertuig. Dat komt allemaal goed. Maar om daadwerkelijk iets duurzaams te hebben, waar je denkt van, je kan ik wel weer ook een paar jaar doorbrengen. Dat moet je dan weer allerlei kwalificaties en zo zijn. En allemaal, hoe noem je dat nou ook weer? Van die mensen, die wervingsmanagers en zo, weet je wel? Mensen. Die hebben helemaal geen zin om daar te zijn. En die zitten dan zo even zo'n lijstje af te werken. Ja, ik werd ook heel veel benaderd door recruiters voor KYC, Know Your Customer van banken en zo. En die juridische shit had ik denken, nou... Dat gaan we dus even mooi niet doen. Die mensen zijn vlees aan het verzamelen, weet je wel. Ja, er waren er zoveel dat ik dacht, ja, volgens mij is daar iets, gaat daar iets niet helemaal goed. Ja. Hebben ze heel veel, waarom heel veel hebben jullie slaven nodig. Waarom hebben jullie zoveel doorlopen? Vraag over mijn CV, maar wat is jullie CV, maat? Ik had op een gegeven moment had ik een keer een bedrijf, die heb ik toen gegoogeld. En die kregen op Google een anderhalve ster. Ik denk, ja, nou, dat gaat dus echt mooi niet gebeuren, hè? Eind. Oh, Ewout is ook in de house. Ik zeg, Ewout hier al. Ewoutje comment, die zegt... loop zelf gewoon altijd op de eigenaar /CIO/CTO af. Geen HR-manager geneuk op die manier. Ja. Ja. Dus jij bent niet van de human resources, Ewout? Ik heb compleet scheid aan hun en hun ook aan mij. Maar is dat niet meestal de relatie tussen werknemers en human resources of ligt het aan mij? Ja, maar de meeste mensen die denken dat de HR er voor hun zijn. Ja, dat HR is er echt alleen maar voor het bedrijf. En dat is de gedachtenkronkel die mensen even moeten beseffen. Ik denk dat het met het publiek van de podcast wel goed zit. Jullie snappen het allemaal. Maar de gemiddelde werknemer die denkt daadwerkelijk dat HR problemen voor hen oplost. Nee, het beste wat je kan doen is nooit met HR spreken. Maar, echt nooit. Geldt dat niet voor elke manager zo? Dat hij er altijd jou het gevoel laat geven dat jij hem nodig hebt? Ja, en eigenlijk is het andersom. Ja. Inderdaad. Ja, een goede manager, die zie je eigenlijk niet eens. Een bedrijf met alleen maar managers, dat is Nederland, zeg maar. Ja, ik heb een tijdje bij Duo gewerkt, bij de overheid. En daar heb je een bolwerk van alleen maar managers. En, ja, dat noem je ook een instelling. Ja, je hebt daar IT en managers gaat meestal niet echt goed, in ieder geval mijn ervaring daarmee. Nee, dat klopt. Het zijn managers, zijn vaak geen realisten of zo. Hè? Dat zijn altijd mensen met geforceerde visie. Natuurlijk, wat Boris ook altijd zegt. Het bedrijfsleven die heeft natuurlijk een incentive om altijd efficiënter te werken. En de overheid niet. De overheid die heeft eigenlijk het tegenovergestelde. Want hun hebben oneindig geld.
Dus hun boeit het niks dat het inefficiënt werkt. Dat, eigenlijk is dat een soort van baanzekerheid voor hun zelfs. Ja, sterker nog, je hebt prikkels waarbij dus als bepaalde potjes niet besteed worden, dan worden hun gekut op een volgende uitbetaling. Dus gaan ze expres die potjes zoveel mogelijk uitgeven, of het liefst helemaal, zodat ze nog zelfs meer kunnen krijgen eventueel. Want zo wordt het dan getoetst. Niet waar het dan uit is gegeven, maar hoeveel er is aan uitgegeven. Ja, er zit natuurlijk ook een keerzijde aan. Je hebt allemaal efficiënte bedrijfjes die dan noodzakelijk worden. Kijk, als de overheid het zo verneukt, dan op een gegeven moment moet het nog steeds gebeuren. En dan heb je dus hele efficiënte kleine bedrijfjes nodig die het wel gedaan kunnen krijgen. Ja. En dat merkte ik ook toen ik bij Duo werkte. Eigenlijk als je echt ging analyseren van oké, wie doet nou daadwerkelijk het meeste werk? Het echte belangrijke werk. En dat waren altijd van die kleine consultantbedrijfjes met 10 werknemers. En die deden echt het belangrijkste werk waar de hele toko afhankelijk van was. Ja, 10% van je werknemers doet. Nou, nog niet ongeveer eens. 50% van je werk. Bij Duo was het 0,5%. Ik heb de chat niet aanstaan in mijn video. Dus dat ga ik even doen. En dan zet ik even een stukje Viva Valentine op. En dan gaan we daarna even praten wat jullie allemaal denken over Nord Stream. Want als je dat hebt gemist... Ja, ik heb het dus niet gezien. Dus ik ben benieuwd. Nou, maar je hebt toch niet gemist wat de fuck er met Nord Stream is gebeurd? Ik neem aan dat je dat toch wel... Ja, ik heb het een en ander van meegekregen. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik op een... hoe zeg je dat? Op een nieuwsdieet ben. Oh, dat klinkt goed, ouwe. Nou, dan gaan we wel even bijpraten. Ik zet even een stukje op, zet de chat aan, komen we er weer op terug. Yes. Wat hier gebeurd is. Mm-hmm. En opeens heb ik zoiets van, ja, die QAnon conspiracy guy is misschien helemaal nog, zit er helemaal zo ver niet naast. Want dit, het opblazen van Nord Stream 1 en 2, ik bedoel, het is niet helemaal duidelijk precies hoe groot de schade is nog. En er kan nog van alles gebeuren. Het is allemaal speculatie, ook wat we hier gaan doen. Maar dit kan... gigantische geopolitieke gevolgen hebben. Mm-hmm. Oké, boom, zijn we officieel begonnen. Kijk, maar mijn eerste reactie was... dit is een directe aanval op de status van Duitsland als industrieel productieland. Ja, het is sowieso een one-of-a-lifetime event. Gewoon dat wat zei je? Volgens mij heb je de verkeerde chat in de livestream. Ja, dat klopt. Ik had die oude chat er nog in zitten. God, monde ju. Echt, soepel gaat het niet vandaag, jongens. Ik bedoel, het is die Nord Stream 1 en 2, die zijn sinds 2011 geloof ik de eerste in gebruik. Ligt nu op heel laag op de bodem van de zee. Het ligt heel diep. Het ligt heel diep, ja. Dus het eerste bericht was, er is iets aan de hand. En vervolgens waren er 3 lekkages, 3 plekken. En het zijn volgens mij 4 of 5 pijpleidingen. Het zijn niet echt 2 pijpleidingen. Het zijn ook 4 of 5. Ja. Volgens mij 4, waarvan 3 dus nu zeg maar ook echt buiten dienst zijn door die ontploffing. Ja, dat is gewoon bizar. Het is gewoon een aanval op de infrastructuur. Ja. Door een partij die dus zo diep dat moet kunnen doen. Het is... Ja, ik vind het. Ik heb het echt bizar. Mijn popcorn gaat staan erop, dan kan poppen hier. Ja, en het er zijn. Poppenkast, zei hij dat nou? Ja. Een aantal dingen die zijn zo opvallend eraan. Maar oké, even de hele introductie en zo. Jullie hebben verder niet echt verdenking of zo, hè? Want hebben jullie zeg maar die Gonzo Lira filmpje voorbij zien komen of zo op Twitter? Twitter heb ik ook al een tijd niet op gezeten. Daar ben ik ook vanaf gekikt. Ja, volgens mij had iemand hem ook in de Telegram groep gepost. Ik weet niet. Ik weet niet eens of je op Telegram zit, Strijk, trouwens. Ja. Wel onder een andere naam, volgens mij. Ja. Nee, maar dat was... Ik kijk niet. Hij zei van, het kunnen de Russen, de Amerikanen, de Duitsers of de Oekraïners zijn. Oekraïners, die hebben het materieel er niet voor. De Duitsers snijden zichzelf natuurlijk enorm in de vingers. De Russen die kunnen gewoon ook de knop omzetten. Dus dit is natuurlijk allemaal hooglijk omslachtig dan. En de Amerikanen die willen gewoon al heel lang die Nord Stream weg hebben. En die hebben het materieel ervoor. Dus ja, het is een beetje een soort van... Als je een murder mystery hebt, is het zeg maar super obvious de Amerikanen.
Ik weet niet of het Amerikanen zijn. Het kan ook nog de Neocons. Ja, dat zijn de Amerikanen, toch? Ja, het zijn de... Hoe noem je ze ook weer? De Neoconservatieven. Nee, ik refereer een beetje naar de mensen in de achterkamertjes. Ja, maar ja, als ze gewoon opereren onder de Amerikaanse vlag, zijn het gewoon Amerikanen. Ja, ik wil zeg maar de achterkamerpolitiek binnen de VVD wil ik ook niet Nederlands noemen. Oké, ik snap wat je bedoelt. Ja, jij bedoelt meer dat het gewoon een soort van een waffentech is of zo. Waffentech. Ja, gecoördineerd. Voor winst natuurlijk. Ja. Maar is er al, wat is het officiële verhaal dan? Dat heb ik ook niet meer gekregen. Is er al een uitleg? Ja, überhaupt, even er niet van uitgaan dat het waar is, maar gewoon is er al iets bekend. Je ziet de mainstream Muppets hier allemaal richting Rusland bewegen momenteel. Oké. En Rusland heeft officieel statement gedaan. Die zegt, kijk maar even naar Amerika, ik weet niet. Dus ja, oké. Standaard actie. Amerika die heeft heel veel te winnen hierbij. Die kan nu een contract met heel Europa aangaan voor duizenden miljarden aan geld. Ja, zeker. Ja. Plus ze hebben inderdaad alle macht en het geld. Nou, het is de perfect crime is het. Maar is dat ook niet precies wat er bedoeld werd? Even dan onder de veronderstelling dat Amerika niet gezien wordt als zeg maar een van die... corrupte landen als Rusland en dingen waar we ons gas vandaan halen. Ik weet dat daar de meningen over verdeeld zijn, maar even onder het mom, als je het zo bekijkt, dan heeft Europa met wij willen ons gas niet meer halen uit alle loesje landen, om zo maar te zeggen. Dat is toch een van die pijlers die we allemaal hebben, van we moeten het ergens anders vandaan halen. Dan heeft Europa hiermee ook gewoon dat contract rond en zeggen ze voortaan van ja, we kunnen het nou uit Amerika halen. Dat zijn niet de Russen of ja, Saudi-Arabië of ik denk dat we inderdaad wel heel beperkt zijn als we inderdaad het zo als we het moeten verdelen in zeg maar de nazistaten. Want dan zie je inderdaad waarschijnlijk niet. Ik begin nu een beetje richting Ewout te komen, zeg maar, die facties die daarachter zitten, zeg maar. Hè, want er zijn inderdaad gewoon facties in allerlei landen die inderdaad vinden dat we meer. Dat we dus inderdaad absoluut niks met Rusland te maken moeten hebben op een of andere manier. Ik weet niet. En er zijn mensen die inderdaad last hebben van die mensen die de hele tijd vinden dat we niks met Rusland te maken moeten hebben. En zoiets hebben van, fuck it, we zijn bij deze hele tirannie zat. In elk gesprek over gas uit Rusland of wat dan ook uit Rusland, is het altijd van die pijler. We moeten van dat land al, van die handel af, vanwege dat we niet dat soort landen willen spekken. En daarin zou ik dan zeggen van ja, Amerika heeft er hier inderdaad baat bij. Maar om diezelfde reden Europa ook. Weet je wat het is? Kijk, ik vind dat hoogmoraal, dat hoge paard zeg maar waar ze op zitten. Weet je, die stok in de reet die ze daar goed diep in hebben gedouwd. Dat is allemaal prima. Maar aan de andere kant zijn ze dan wel helemaal pro-China en zo, weet je. En ik vind China nou niet echt een haar beter als Rusland of iets dergelijks. Als je helemaal loskijkt van wat er allemaal alsnog gehandeld wordt onder de tafel met alsnog fucking Rusland. En dan alsnog allerlei andere landen die nog veel meer per capita kwalijke dingen hebben gedaan. De recente tijd, zeg maar. Ik wil niet meteen... Maar dat is ook. En iedereen die heeft hier. We zijn allemaal tegen kinderarbeid. Maar we kopen wel allemaal onze iPhones en Samsungs. Waarvan we even goed weten dat die in fabrieken gemaakt worden waar kinderen werken in China. Maar ja, dat zien we niet. Dat is een ver van mijn bed show. En dan kunnen we gewoon een beetje hier de NIMBYist uithangen. Ja, dan kunnen we klagen erover via onze telefoon, gemaakt door kinderhandjes. Ja, ja, precies. En die data, die sturen we dan weer terug naar via TikTok naar China. Naar China. Zodat ze daar het social credit systeem kunnen perfectioneren. Kan de overheid van China... Sturen we nog een paar Google engineers die kant op. En dan, want anders maken ze het na. Ja, oké, nu maken ze het beter na. Oké. Nu maken ze het na exact op op de data van hoe wij het hebben achtergelaten, inderdaad. Ja, Europa heeft ook een hele goede incentive. Of in ieder geval om
de oorlog verder op te stoken en ervoor te zorgen dat Oekraïne van hun wordt. En ik heb ook zoiets van, ja, maar Oekraïne, kijk, ja, die kan, hè, je kan wel zeggen van... Er zitten heel veel mineralen daar in de grond. Je hebt edelmetalen, mineralen, ook olie. Dat zit allemaal in de grond. Dat gaat ook waar? Om heel veel miljarden. Kijk, in plaats van dat, als je dat op Rusland doelt, hè, kan Rusland ook niet gewoon de kraan dicht draaien in plaats van alles op te blazen? Die hadden ook gewoon kunnen zeggen van, ja, we doen gewoon dat ding dicht. Maar dat is wat ze volgens mij ook al een paar keer uit actie hebben gedaan. Ja, volgens mij hebben ze het ook aangekondigd. Ik bedoel, ja, nou ja, even dat terzijde. Maar in de zin van, ja, ik kijk, en nogmaals, ik weet niet. Hè, ik ben hier ook maar even hard op aan het speculeren. Maar ja, ik heb zoiets van, waarom zouden we het risico nemen om dat ding op te blazen als ze zelf vanuit de luistool ook dat ding gewoon kunnen dichtdraaien? Ah, je had wel dat die Nord Stream even een tijdje dicht zat vanwege onderhoud en zo, hè? Dat was toch de afgelopen maand, zouden die Russen de boel een beetje dichtgedraaid vanwege onderhoud? Ja, dat zou best kunnen. Durf ik zo niet te zeggen. Is die Nord Stream niet pas een paar jaar oud? Is toch niet zo heel oud? Nord Stream 1 is al, die ligt er al een poosje. Nord Stream 2 die is er inderdaad, die ligt er echt sinds begin de pandemie. En toen begon ook, want Trump die begon al te nuilen, zeg maar 2018, 2019, over het feit dat wij niet afhankelijk zouden moeten zijn van Russisch gas. Als Europa en als Duitsland zijnde. En sindsdien is het allemaal profetisch geworden. Ja, 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 die neocons zijn dat dan, hè, zegt Ewout. Dat zijn, maar het rare is, van waar past Biden dan in dat verhaal in Ewout? Dat vraag ik me dan wel af. De administratie of hij als persoon? Nou ja, hij als persoon, inderdaad. Biden, die is hersendood. Ja, oh, dat filmpje laatst weer. Oh mijn god. Het is erg, hoor. Het begint steeds... Ja, nou ja. Maar ja, hier, Biden kun je gewoon een A4'tje geven en hij leest dat voor je op. Maar hier, wacht even. Laten we dit even kijken. Germany, if Russia invades... That means tanks or troops crossing the border of Ukraine again. Then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. How will you do that exactly? Since the project and control of the project is within Germany's control. We will. I promise you we'll be able to do it. Killer. Maar ja, dit is, ja. Ja, dat is lekker, ja. Ik snap dat dit filmpje nou in één keer natuurlijk de ronde doet. Ja, ik zie niet echt een motief of wat dan ook vanuit Biden zelf. Meer dat hij geen antwoord heeft en dat als standaard zin gebruikt. Maar hij wordt toch niet gevoed door de neocons? Nee, hij zegt van, I promise we will be able to do that. Maar dat zegt niks. Dat, in ieder geval hoe dat op mij overkomt is gewoon, hij weet geen antwoord en hij zegt dat gewoon. Gewoon basic Biden. Ik heb wel het idee dat er in de Amerikaanse politiek momenteel eigenlijk vier partijen zijn. Dus je hebt zeg maar, het is dan, de archetypen zijn dan de Democraten en de Republikeinen. Dan heb je binnen de Republikeinen meer de populisten en de ja, ik denk wat dat is wat Ewout bedoelt, de neocons. Dus de meer ja, wat oudere, traditionele Republicans, een beetje de Warhawks. En dan heb je aan de democratische kant, heb je zeg maar de Justice Democrats, die meer de socialistische kant op gaan. En ook die establishment. Democraten, die, en ik heb het idee dat daar eigenlijk een beetje een bleed over zit, en dat die flanken meer aan het kermen zijn, en dat, of ja, echt oppositie aan het voeren zijn, en dat die tweede traditionele partijen veel dichter bij elkaar staan, en elkaar op veel meer manieren, ja, ik wil niet zeggen tolereren, maar gewoon wel een beetje onder één hoedje spelen, dan, ja, lijkt. Ja, nou ja, weet je, ik bedoel, oh ja, dat zeg maar de overlap is tussen blauw en rood, zeg maar. Ja, precies, maar ja. Dat zit dan wel in die, er is, ja, een soort is er, ja,
drie partijen. Dus ja, de ene helft van die middenpartij is rood en die andere helft is blauw. Maar eigenlijk zijn ze allemaal paars. Ja, nou ja, kijk, ja. Er wordt sowieso vanaf bovenaf beïnvloed. En dat doe je het best als je dat aan twee kanten doet natuurlijk, hè. Ja, en voor de bühne zijn we natuurlijk allemaal tegen elkaar aan het mekkeren en aan het doen. Maar ondertussen kabbelt de trein gewoon verder. Ze hebben alle twee wel dezelfde belangen eigenlijk. Want als Rusland geen gas kan leveren, dan wordt de dollar beter. En ze hebben alle twee gewoon dollarrekeningen. Ja, het is de hele tijd zo van, oh Rusland, oh Oekraïne, oh Rusland, Oekraïne. En in één keer pam Nord Stream eruit. Rusland kan geen gas meer leveren aan Europa. En nu is Europa helemaal overgeleverd aan Amerika. Die gaat nu in één keer vet goedkoop gas leveren. Weet je wel, en die maakt ons daar onafhankelijk van. De euro, de pond en de dollar zijn straks allemaal gelijk. Wordt dat allemaal vastgekoppeld aan die hele gasleverantie of petrodollarachtige situatieconstructie gaan ze maken. En dan bam. Heb je een nog dikkere euro. Gaan ze rustig cash uitfaseren. En dan als cash eruit gefaseerd is... Die zijn al prijs gematcht. Ja, die zijn bijna helemaal gelijk. Die zijn bijna helemaal gelijk. Nee, dat is ook zo bepaald door het IMF. Ergens in 2010 of zo al. Ja, maar dan alsnog was de waarde ervan was nog niet gelijk. Ja, maar ze hebben wel afspraken gemaakt dat de Fed... En de ECB, die zitten de hele tijd elkaar in de gaten te houden en dat op peil te houden. Ze targeten beide dat allebei dezelfde waarde ongeveer krijgt. Daarom hoor je ook het ECB en de Feds hoor je telkens van oké, we moeten per se 2% inflatie targeten. Dat zit daar allemaal achter voor die prijsstabilisatie. Die pond die gaat ook, dat is ook shit gaande, hè? Ja, alle fiat geld is op. Ja, maar dat is sinds vandaag dan, of wat? Ja, dat is vandaag gecrashed. Ja, de hele Londen shit crasht in elkaar. Maar het is al 2 weken gaande, zoiets. Ja, maar ze zijn natuurlijk allerlei maatregelen aan het doen. Er was wel iets op het nieuws dat is inderdaad... Het schuldensysteem is over, het werkt niet meer. Maar ja, wat ik denk is dat ze gewoon... Ja, weet je wel, als ze gewoon die hele zooi aan elkaar koppelen rondom een gasindustrie die geleid wordt door Amerika, dan kunnen ze weer 100 jaar er tegenaan misschien. Nee. Ja, mooi moment om een digitale euro in te plannen. Ja, nee, maar dat sowieso, want dat gaat alleen gebeuren, want ze gaan niet zeggen, ja, we gaan nu in één keer over op nieuwe munteenheid. Ze gaan cash uitfaseren door gewoon al die geldmaatjes hier en daar structureel stuk te laten lopen. En dan komen ze op een gegeven moment met gewoon het feit dat er geen cash meer kan zijn. En dan op de achterkant wordt het straks in één keer geswitcht met een CBDC, terwijl niemand het door heeft. Dus ik denk dat is beste strategie, toch, zou je zeggen? Het is een hele domme strategie die op lange termijn niet werkt. Want? Ik denk eerder dat... Nou, je kunt nooit zeg maar, die CBDC die gaat helemaal uit van marktcontrole. En in zo'n omgeving kun je nooit nieuwe bedrijven, nieuwe innovaties starten. Dus eigenlijk stagneer je dan alles tot in de oneindigheid. Ja, oké, maar de CBDC zoals dus de overheden hem nu in hun oog hebben, dat werkt niet volgens jou. Ja, dat zorgt voor stagnatie. En ja, wat hebben we dan? 100 jaar dat de mens niet vooruit komt, zeg maar. Nou ja, kunnen we hebben. Hebben we eerder gedaan in de geschiedenis. Kunnen we doen. Maar, lijkt me niet zo'n heel slim plan. Maar ze gaan het wel proberen. Dat is wat ik wil zeggen. Ze gaan wel proberen een CBDC door te voeren. Die dus inderdaad aan die 4 voorwaarden voldoet. Waarbij die zei, weet je wel, je moet identificeerbaar zijn. Het is niet anoniem. En dan nog 2 dingen die dan... dat is gewoon geld is je dingen en zo. Maar ja, inderdaad. Je bent nooit anoniem, zeg maar. Je hebt totale controle, zeg maar, vanuit de centrale bank. Ook over de informatie. En dan kunnen ze zeggen ook openbloot van... Nou, dan kun je veel makkelijker inschatten waar dan precies... kun je nog beter speculeren op de markt. Het komt een beetje de gemiddelde... Of in ieder geval heel veel Nederlanders die zijn opgevoed in een omgeving dat de staat altijd voor je zorgt. En zo zijn ze ook gaan denken. En je ziet dus heel veel mensen die dan met die mindset de politiek ingaan. Die willen eigenlijk dat de overheid het hele economisch systeem ook dicteert. Mm-hmm.
En dat is een hele andere kijk op de economie dan hoe het op dit moment werkt. Maar daar willen ze wel naartoe gaan. Dat het totaal gecontroleerd en gedicteerd wordt vanuit hogerop. Ja, dat is niet houdbaar, maar dat is wel waar we heen gaan. Dat is bijna onvermijdelijk. Tenzij we echt radicaal andere mensen gaan stemmen. Maar we zijn al veel te laat. Ja, daarom. Zelfs die Meloni, die schijnt ook, dat is ook waarschijnlijk allemaal dezelfde meuk, weet je wel. Die wilde ook in de Europese Unie blijven. Maar die wil gewoon het geld vangen. Want als je daar geld aan. Het probleem zit dat de mentaliteit die moet eerst veranderen. En dat op een grote schaal. En dat gaat niet gebeuren in de komende jaren. Dat duurt meestal generaties. Zo heeft van een digitale renaissance nodig. Misschien zijn wij wel de Michelangelo's van onze tijd, je weet maar nooit. Hey. Ik niet, dat weet ik wel. Ja, nou ja, Van Gogh dacht ook dat hij waardeloos was totdat hij doodging. Zelfs tot op het moment dat hij doodging. Misschien dat het Thailand ook weer met Bitcoin. Wat? El Salvador, nee. El Salvador. El Salvador, ja. Ja, ik ben benieuwd hoe hun economie er gaat functioneren over, zeg maar, 10 jaar. Ja, want het kan wel zo zijn dat veel beter werkt in de landelijke termijn. Want denk je dat die last hebben gehad van die hele dip die nou de afgelopen tijd is geweest? Op het hoogste moment hebben we een bitcoin gekocht. Dus, ja. Ja, daar heb je wel gevoeld, ja. Ja, dat is een hele domme zet van die jonge president. Ergens in de 30 is die... Of eind 20. Ja, dat was echt een gozer met laser eyes in de profiel en zo. Ja. Die wou toch ook in de vulkaan gaan boren en daar energie uit halen? Nou, hun hebben op dat eiland dat is een energieopwekking. Ja, via vulkanen. Dat staat er allemaal over. Wat best wel gangster is als je het zo op papier leest. Dat is wel cool. Maar ja, het is wel... Oneindig energie. Maar dat zijn wel radicale ideeën, weet je wel. Dat is fucking wat nodig is. Niet al dat stomme gehussel met papier en een beetje... Oh, nu doen we een beetje dit, noemen we anders. En dan klatsen we daar een certificaatje op. En oh, nu is het allemaal anders. Nee, radicaal anders, weet je wel. Gewoon wat we nu hebben, weg. Nieuwe shit is voor terug, weet je wel. Maar dat komt omdat we gewoon een heel corrupt, of ja, in ieder geval in onze mindset, in onze kijk op de democratie, zouden wij het een corrupt systeem noemen. Als je vanaf nul begint, is radicaal, heeft ook wat meer, je kan het minder kapot maken. Ze hebben daar meer een familie die gewoon regeert. En die bepaalt het. Waar? In El Salvador. Ja, we hebben dan een paar families die misschien bepalen en we zien ze niet eens. Laten we. Ik ben wel benieuwd wat Boris en Lalles erover zeggen. Is het een idee om hem anders op 1.2 snelheid te zetten of zo? Is dat een dingetje? Is dat, dat weet ik niet, want misschien als mensen dan deze stream terugkijken en ze willen hem dan op 1.2 afspelen, dan gaat het misschien te snel. Dus misschien moeten we dat niet doen. Geduld. Patience, grasshopper. Okay. Ik doe wel een beetje doorsturen als het allemaal... Okay, kom goed. Kijk, om te beginnen heeft nu in eerste instantie al sprake van lekkage. En we hadden al berichten gekregen. Er was iets stuk, er was iets lek, weet ik veel. Er was eerder koffie gemorst. Ja, dat was eerder anders van alles aan de hand. Maar nu dringt tot iedereen door wat de werkelijke omvang is... Zweedse en Deense meetstations hebben ontploffingen gemeten, of in ieder geval trillingen gemeten, seismische schokken gemeten, die overeenkomen met een ontploffing van 100 kilo dynamiet. Het is gewoon echt een gigantische ravage moet dat zijn. Je moet je voorstellen dat die pijpleidingen natuurlijk een gigantisch economisch belang vertegenwoordigen. Dat is niet gewoon een pijp zoals je rioolbuis die door de tuin loopt naar de straat toe, weet je, dat is niet zoiets. Dit ding is echt van gepakt.
gepantserd staal. Het is er gebouwd op dat er, hoe heet het? Hoge druk. Nee, ja, hoge druk, maar ook bijvoorbeeld een boot die een anker er langs sleept en het stuk trekt. Dat moet allemaal niet kunnen. Dit is, dus het zijn stukken die zijn in de grond verankerd. En, Nou, in ieder geval een grote pijp dus. Ja, want hier, hij zei ook inderdaad van hij loopt van hier, maar volgens mij loopt hij zelfs nog hier, tot met hier zo. Van het toilet. Was hij gefakt. Ja. Ook Duitsland zelf, dit is gewoon een aanval geweest. Het is ook interessant dat Zweden al heel snel zei van dit is niet een aanval op ons land geweest. Dat ze daar meteen een soort van afstand van wilden doen. Ja. Zo van, ik weet niet wie hier achter zit, maar ik wil niet per se direct in een oorlog worden getrokken door dit incident. Dit is oorlogsmateriaal. Dit is een het klinkt raar, maar ik denk dat het vergelijkbaar is met 11 september, weet je. Maar zijn er dan, denk je, facties binnen de EU, Ewout, die oorlog willen? Nee. Ik denk niet dat ze er zo over nadenken. Ja, want bijvoorbeeld, ik heb wel aan het begin van die Russische invasie, zeg maar, soort van meegedeeld dat Macron op zich wel een kandidaat is voor iemand die de baat bij heeft als er een goed oorlogje met Europa is. Ik kan eens even goed zijn militaire ambities doordrukken, Napoleon-stijl. Ja, Frankrijk heeft ook gezegd dat ze Duitsland zouden helpen. Het is allemaal leuk en aardig, maar dat zijn niet de belangen die echt dit soort dingen bepalen, denk ik. Mikey Junior in de chat die zei net van, gelooft Peter nou serieus nog in de politieke dimensie? Weet je wel, geloven jullie in de politieke dimensie? Nee. Zijn toch grotere krachten, dat zie je toch al heel dagen. Maar ja, je kijkt wel naar de politiek als een soort van raamwerk door wat erachter dat zit of zo. Dat zijn mensen die worden aangestuurd, dat weet je toch wel. En ook al is er rechts iemand, wordt alsnog aangestuurd. En het is niet, het is niet alsof die waardeloze mainstream nieuws eens een keer een berichtje doet over wat de fuck er achter de politiek gaande is of zo. Dat zie je weinig. Wat Boris net zei, die pijpleiding die is zo extreem gehardend en je kan daar niet zo, er kan niet zomaar een lek daar ontstaan. Dus het is met opzet gedaan. Je hebt zoveel TNT nodig, 100 kilo zei hij, om überhaupt een gat in die pijplijn in te krijgen. Wat is 100 kilo TNT? Is dat veel? Is dat een kubieke meter of zo? Ja, dat is aardig wat. Want 100 kilo heb je ook al. Je kan 100 kilo krijgen gewoon deadliften, jongen. Maar waar het vooral in zit is, het is op een behoorlijke diepte in de zee, hè? Dus je moet ook nog het transporteren naar die diepte. Je kan dit niet zomaar uitvoeren. Hoe diep ligt die shit eigenlijk? Daar ben ik wel benieuwd naar. Want ik kreeg ook het idee dat het ding ingegraven was in de bodem. Maar dat weet ik ook niet helemaal per se. How deep is your love? La, 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 la. Er zijn maar een aantal militaire units op aarde die dit echt kunnen uitvoeren. 100 meter, 110 meter max. Ja, dat is wel diep. Dat is wel diep. Er zijn maar een paar mensen die hebben de tools om het te doen. Ja. Ja. Zoals Biden het zegt, laat maar zeggen. Eens even kijken. Deep dive, deepest swimming pool, 60 meter, ja. Ja, dus dat heb je echt een of andere, hoe noem je dat? Weet je wat? Een beetje van die Thunderbirds zo. De Thunderbirds nummer 4 volgens mij zo. En die kwam er dan zo uit. Pssoe, dan zo'n craft zo. Pssoe, en die kan zo met van die armpjes zo dingetjes plaatsen en zo. Pssoe. En dan ga je weer terug zo in je onderzee of zo. Weet ik dat wat fuck van. Maar dat is wel dat soort shit. Nee. Je hebt wel verfijnde apparatuur nodig om die shit te doen, zeg maar. Om dat te plaatsen en zo. Dat is niet zo van, ja, ze zeiden ook van, schiet er gewoon een torpedo op af. Is dat niet... Ik hoorde dat Amerika waterdrones leverde aan Oekraïne.
Oh, ja, natuurlijk. Ja, ja. Volgens mij is het dat. Kan dat ook zijn. Kan inderdaad daar gewoon een of andere onderzeeër hebben en die schiet gewoon een soort van torpedo-achtige drone-dingetje zo eruit. Zo, piep. Ja, ik dacht ook al, hoe ze een waterdrone nodig. Ja, of dat je gewoon niet eens een onderzeeër nodig hebt. Dat je gewoon inderdaad alleen een waterdrone hebt gewoon en voilà. Ja, erg wel mooi dan anders mee doen. Het is wel gekke shit. Ja, natuurlijk. Dat is wel, want dat is natuurlijk ook waarom dit allemaal. Nu is de tijd van drones. Overal drones. Superveel. Even kijken of iets interessants. Het zal mij niet verbazen als het iets onbemand is geweest. Ik ben benieuwd naar het nestonderzoek. Nestonderzoek? Ja, over wat er nou daadwerkelijk gebeurd is. Bij de pijpleidingen. Oh, Rusland heeft een onderwaterdrone. Nationals van Standards and Technology, bedoel je dan het NIST? Ja, ik maakte even 9/11 referentie. Oh, ja. In het kader van de paspoorten en zo. Dat is ook een goede grap, jongen. Nee, de NIST die had een onderzoek gedaan naar de torens. Hoe ze, en die hadden allemaal modellen gemaakt hoe het in elkaar gevallen was. Allemaal nep. Dus ik ben benieuwd hoe NIST dat nu zou doen bij dit akkefietje. Wat ze zouden bedenken. Waarschijnlijk iets dat het staal door zoveel jaren aan zee helemaal verrot is geworden, zoiets. Terwijl het eigenlijk gewoon roestvrij staal is met titanium eromheen. Ja, zoiets. Maar dus dan gaan ze straks zeggen dat het in Nord Stream gewoon een of andere zwakke bende was. Nee, zo'n onderzoek gaat überhaupt niet komen. Ik kan maar, Rusland die pleit wel, die heeft meteen gezegd van we willen grootschalig onderzoek. Want die motherfuckers zitten allemaal wel in de veiligheidscommissie van de NATO. Of nee, van de VN. Zit daar, is Iran niet de voorzitter van mensenrechten of zo? Zoiets. Ja, je hebt die kale gozer. Die is inderdaad volgens mij president zelfs. Want Rusland is volgens mij president van de Veiligheidsraad van de VN. Die hebben veto of zo. Ja, die hebben van allerlei shit en zo. Maar dat is het vreemde, weet je. Die mensen komen gewoon met z'n allen samen. Dan gaan ze een beetje diplomatiek doen. Terwijl ondertussen burgers elkaar zitten uit te moorden, weet je wel. Het is bizarre shit. Het is inderdaad zo van, ja, ze kunnen gewoon kiezen om geen oorlog te voeren. Maar ze kiezen ervoor om wel oorlog te voeren, weet je wel. Dat is allemaal niet uit wanhoop of zo. Ik weet niet wat de fuck we nou naar tegenaan zitten te kijken. Maar afijn. Maak weer even wat Viva Valentine opzetten. Dus een tieve foto van een golf die op een stad opkomt. Okay. Na een explosie waarschijnlijk. Heftig. Einde de tijd. Ja. Uitsland financiert Europa. Min of meer. Mm-hmm. En dat is alleen maar die industriële producties hebben. Dat gaat gewoon weg. Dat stopt. Daar gaat gewoon de stekker uit. En dat is. Dus ik dacht, dat gaat niet gebeuren. Het wal keert het schip. Ze gaan Poetin een handreiking doen. En op een gegeven moment wordt dat bijgelegd. En dan zijn ze weer vriendjes. En dan kan het gas weer stromen. En wat er verder nog in Oekraïne gebeurt, dat zal wel. Mm-hmm. Dat scenario is nu dus afgesloten. Ja. Mm-hmm. Dat kan niet meer. Er kan geen gas meer naar. Naar Europa toe. En misschien zijn er mensen die denken van, maar ze kunnen dat toch repareren, die pijplijn. Mm-hmm. Op dit ogenblik, ik heb één analyse gelezen van iemand die gespecialiseerd is in gas- en olie-industrie op zee, of in zee eigenlijk, op grote dieptes. Ja, ja. Dat is een vak apart. Er zijn maar weinig bedrijven die dat kunnen. Fuck jou apart. En onder ideale omstandigheden kost het tot 25 tot 30 weken om één zo'n lek te repareren. Ideale omstandigheden betekent in de zomer. Want de Baltische Zee is een onheilspellend koude plek in de winter. Ja, nogmaals, je zit dan op 80 meter diepte of zo. Je kan dat niet gewoon in je duikpakje doen. Je hebt dan een of andere fucking reparatiedrone nodig of zo. Of zo'n god weet die gozer ook weer die Avatar heeft geregisseerd. Steven Spielberg? Nee. Die duikt James Cameron? Ja, James Cameron inderdaad. Oh, James Cameron, Lowering the Bar. Ja, dus, want die gaat ook in duikbootjes en zo, toch? En dergelijke. Maar dat is ook met allemaal van die armpjes en zo. Gaat die gekke vissen ontdekken en zo. Maar zoiets moet je hebben, toch? Van die snorkel shit en zo. Onderwaterrobot. Ja. Het is wel vet als ze dat gewoon uitzenden live. Kijk, dat is leuk. Dat is leuk. Ik ben echt benieuwd hoe de fuck, wat voor een onheilspellend gat dat is.
Huh? Ik zat te denken van als je er nou naar beneden duikt, even negerend dat het 100 meter diep is. En dat je dan zo als zo'n duiker naast zweeft, naast zo'n gigantisch gat waar allemaal gas uitkomt. Wat gebeurt er als er een vonkje bij komt? Wat dan? Vliegt dan een fik? Niet veel goed. Nee, ik het ook niet. Oh mijn god. Dat is het is ook gekoeld op een bepaalde min zoveel honderd volgens mij. Om het op een bepaald bar te krijgen. Dus ik denk dat je het zelfs onder water nog wel kan laten vlammen. Hey in de chat. Wim Hof kan het repareren. Wim Hof. Wim Hof methode. Zie hem daar zo gehurkt zitten op die pijp daar zo. Hut, oefeningen doen. Ademhaling. Dat is als het koud is voor Wim. Je hebt trouwens niet vuur nodig, maar elektriciteit. Dan gaat het boom. Oh jee. Dat nou, dat dacht ik dus ook, wat Smokum zegt, James Bond, die James Bond dingen, dat ze zeg maar met zo'n James Bond onderwater, weet je daar, zo'n, zeg maar zo'n motortje voor onderwater, dat ze zo naartoe zijn. Ja. Klinkt allemaal wel echt als een Dr. No James Bond film. Ja, maar dan zeg ik, die shit moet je filmen, man. Dit moet je gewoon live uit. Dit verbroedert ons allemaal. Net zoals van die kinderen die in die tunnel zaten, weet je wel, voor Chili. Dit is dan, iedereen zit dan in de kou thuis. Brrr, en dan wordt dan een vette missie uitgevoerd om Nord Stream te repareren en shit. Dat is pas een voetbalwedstrijd. Ga ik zeggen, met sjaaltjes zitten, weet je wel. En teams, Team Holland ook natuurlijk. Die gaat natuurlijk ook weer allemaal geniale shit doen. Ik denk dat je op Twitch wel veel viewers hebt. Ja. Zet je gewoon streamen. Twitch livestream, fix de Nord Stream. Poppenkast, fix onze gasleiding, Mania. Ja, en dan ga jij dat bijstreamen. En dan gaan we commentaar leveren. Dan worden we wereldberoemd. Een of andere gekke Noor of zo. Of een jaar wordt het gerepareerd. Dus dan kunnen we dat doen. Ja, dan kunnen we dat doen. Ja, 100, ja. En we moeten gewoon ook een soort van, kiezen. In heel Europa mogen mensen zich naar voren stellen en zeggen van, ja, ik ga het fixen, weet je wel. Degene die het fixt, die krijgt dan een levenslang geld. en dan, zoiets of zo. Slag, man. Hou komende winter een beetje door, snap je? Oké, dan gaan we een stukje verder kijken. Bevroren, je kunt daar niet zomaar aan staan. Dus in de winter kan er sowieso niks gedaan worden. Dus dat betekent die hele window waarin je sowieso kunt opereren in de Baltische Zee, is ongeveer die 30 weken. Nou, deze winter gaat er niks meer gebeuren. Dan zou dat volgend jaar lente zou het werk moeten beginnen. En dan is het nog maar de vraag of het op tijd klaar kan zijn voor de... Maar dan de vraag, blijft dat dan al die tijd fucking borrelen of zo? Of loopt het, is dat gas dan een keertje op? Ik kan me voorstellen dat Rusland op een gegeven moment zoiets heeft van ja, dit gaat nergens heen, zeg maar. Nee, maar was er geen Swerum J? Je zegt, waarom draaien ze de kraan niet dicht? Ja. Ja, waarschijnlijk omdat die factories, die moeten waarschijnlijk blijven draaien. Die kunnen niet uitzetten. Ja, wat zijn dat voor oude hoer? Dat hoor ik vaker, dat soort kutargumenten in de industrie. Denk ik van, jezus man, kan je ergens even een fucking noodknop maken of zo? Ja, deze... Volgens mij kunnen ze het wel stoppen en hebben ze dat ook al gedaan. En de bedrijven die afhankelijk van die gas en olie zijn, die gaan nu over naar tankers. Gazprom die kan ook gewoon alles op een tanker laden en dan kan het ook naar de andere kant van de wereld. Ja, er ligt ook nog een ander pijpleidingje, die is ook net nieuw en die gaat van naar Denen toe of zo. Van Duitsland naar Denen, zeg maar. Die tapt in op dat hele rotonde netwerk wat in Oekraïne ligt. En die zendt dat vanuit daar door naar Denen. Dus ik weet het niet. Het zou ook misschien wel zeg maar een soort van... Hetzelfde wat zeg maar Turkije met de Bosforusstraat doet, weet je wel. Want daar heb Amerika natuurlijk de grote krachten die daar gelden. Die willen niet dat zeg maar die Bosforusstraat... Dat daar gewoon NATO-controle over is. Dat niet zeg maar zomaar in de handen komt van Turkije. Dus wat heeft Erdogan besloten? Die gaat er een klein kanaaltje naast graven. Zodat hij wel gewoon eigen controle heeft over wie er wel en niet doorgaat, zeg maar. Maar ja, dit zou misschien ook weer zo'n soort van omweg kunnen zijn van Europa. Om dan om dat gezeik van Amerika uit te komen, zeg maar. En dan alsnog wel gewoon shit uit. Weet ik veel, het komt uiteindelijk allemaal toch uit Rusland, de kutgas. Maar ja, dan is het dan via Oekraïne. Want Oekraïne is inmiddels gewoon een vazalstaat van Amerika, volgens mij.
Of ben ik gek? Ik denk niet dat Europa teruggaat naar de Russisch gas, eigenlijk. Maar we zullen zien. Ja, maar je hebt toch zo'n heel gasrotonde in Oekraïne lopen. En daar zitten ook weer allemaal pijpen aan en zo. Dat komt allemaal uit Rusland. En Oekraïne die verdeelt het allemaal. En dat is die Joe Biden shit, weet je wel. Dat is die Hunter Biden meuk en zo. Die zitten daar allemaal ook op pijpleidingen. En Duitsland dan? Dat komt dan ook weer via Oekraïne? Ja, die shit gaat dan weer naar Polen of zo. En dan weer, weet ik veel. Het stopt wel ergens. Dan moet het weer op vrachtwagentjes en zo. Maar dan is het al een stuk dichterbij, laat ik het zo zeggen. Kan ik dit opzoeken? Want ik sta me van te kijken dat jullie er niks van weten. Gasrotonde Oekraïne. Onze verslaving aan gas. Oh, dat is allemaal weer moeilijk. Oh nee, niet nieuws. Waarom is dat nou weer? Image. Ik wil gewoon een plaatje van een rotonde in Oekraïne zien. ik weet niet of ik dit kan gaan vinden. Even kijken, hier heb je iets. Via Turkije. Nou, ik weet het ook allemaal niet. Ik weet het niet. Misschien, er is een kans dat ik uit mijn nek loop. Maar in ieder geval, misschien kom ik ooit nog eens een keer terug. Volg me op Club Allehoed op Telegram. Winter? Waarschijnlijk niet. En dan heb je nog meerdere lekken die allemaal gerepareerd moeten worden. Er is niet, omdat er zo weinig vraag is naar dit hele soort specifieke materieel, is er ook niet veel van. Mm-hmm. Als dat allemaal hier moet in worden gezet, dat betekent ook, daarom duurt het ook jaren voordat zo'n... Die Nord Stream 2, die is volgens mij 10 jaar lang is eraan gebouwd. Dus die, dit gaat ook winter 23... grote problemen opleveren. Mm-hmm. Want de tekorten kunnen niet meer aangevuld worden vanuit Rusland. Nu staat Europa met zijn rug tegen de muur. Ik heb net niet mijn... ik ga wachten tot ik mijn energiecontract heb vastgezet. En nu gasvoorraden zijn vol. Ja. En dan gebeurt, 20% omhoog. En dan gebeurt dit in één keer. Ik vind het... Betalen jullie al veel voor jullie stroom en gas en zo? Of is dat nog niet gaande? Flink wat. 200, 300. Ja. Bam. Is toch te doen? Vraag je voor mensen in de chat: zijn jullie al skeer door gas en rekening en zo? En daar ben ik wel benieuwd naar. Misschien kan ik wel even een chatvraag doen. Waar hebben we de chat? De chat. Zo, ondertussen doe ik dan wel even een stukje alvast gewoon op de achtergrond. Van Boris. Goed op die Nord Stream pijplijn, want het is zo'n strategisch ontzettend belangrijk object. Mm-hmm. Nou goed, Biden heeft in een toespraak op een gegeven moment ook gezegd dat dat als Rusland Oekraïne zou aanvallen, dat het dan uit zou zijn met de Nord Stream 2. Heeft dat letterlijk gezegd. Mm-hmm. Met andere woorden, er lag misschien al een scenario klaar om een aanval uit te voeren op die Nord Stream. Maar dat was ook mooi, want ik heb dat fragment daar nog bekeken en hij zegt dat in een persconferentie, zegt hij inderdaad van ja, weet je, op het moment dat er tanks en materieel de grens overgaat van Rusland naar Oekraïne, dan is het klaar met Nord Stream 2. En dan vraagt de journalist, maar hoe bedoel je? Dat is van Duitsland. Wat kan je daar tegen doen dan? Ja. En dan zegt hij, weet je... We have tools. We have tools. We regelen wel even. En dat, het is zo bizar natuurlijk. Ook, ja, Victoria Nuland hebben we ook al vaak over gehad, de Undersecretary of State, ja. Een soort van staatssecretaris van Buitenlandse Zaken in Amerika, die de EU geen warm hart toedraagt, heeft ook al gezegd dat Nord Stream 2, weet je, dat ze daar iets mee willen doen of iets mee, of dat gaan stoppen als dat als er iets mee gaan doen. Dus dat is ik vind het bizar dat er is duidelijk vanuit Amerika een hele grote wens om die Nord Stream 2. Dat heeft Trump nog gezegd ook, weet je, dat filmpje zie je nu weer heel vaak op Twitter voorbij komen, dat hij zegt, Duitsland moet zich afvragen of ze zo afhankelijk willen zijn van Rusland. Weet je, dat zegt volgens mij bij de VN ergens een keer, waarbij Duitsland dan heel erg hard moet lachen. Maar er is zo'n drive vanuit Amerika, zeg maar, om dat uit elkaar te krijgen. En Oekraïne was daar, denk ik, een geslaagde poging in. Maar goed, uiteindelijk als je koud hebt, dan wil je gewoon gas hebben. Ja. Nu lijkt het terug te komen. En dan, er is in ieder geval een probable cause dat. Hoe zit het met jullie? Als je koud bent, wil je dan gewoon gas hebben? Ik wil nog niet failliet gaan eigenlijk. Dus, leef je van gas? Ik denk dat we dat allemaal doen.
Nou, je kan net zoals George van Hout zo'n kacheltje halen. En dan van Hout erin gooien. Ja, wat me opviel bij zijn foto's is dat hij nog geen... er was geen buis in zijn woning om het... om alle rook... Om de rook eruit te krijgen. Ja. Jawel, hij ging toch de muur in. Dat was zo'n ding. En dan had hij had een 45 graden schachtboor gozer gefixt. En die had hij buis erin gedaan. Dat heb jij waarschijnlijk de eerste poos gezien. Ik kan me nog foto's van 3 weken geleden. Nou, dat kan me voorstellen. Het was wel vreemd waarom hij zo hyped was over die schachten dingen. Ik denk, oké, je hebt een buis door een muur heen gezaagd. Oké, dan. Maar waarschijnlijk heeft hij daar veel commentaar op gekregen. Je hebt nu eens een buis, jongen. Het lijkt niet heel veel goedkoper op de lange termijn eigenlijk. Nee, het is ook best wel duur. Het kost veel moeite als je hout moet gaan sprokkelen. Hè. Dat is niet, komt niet zo... Maar als het stilt vanuit... als je gewoon een boom ergens verderop uit het park neerhaalt... en je hebt gewoon compleet scheid... Ja, dan zou het wel kunnen werken. Hij kan het ook in een bos doen misschien. Dus misschien wat minder... Nee, gewoon in een park... Gewoon midden in het centrum. Gewoon de favoriete boom van het dorp. Weet je wel, waar iedereen altijd onder picknickt en zo. Echt zo'n Bart Simpson truc. Ik zie iemand dat in Noorderplantsoen wil doen. Gewoon zo'n gemeentehesje aan. Met van die stickers erop. Net doen alsof van de gemeente. Ja, gewoon een pick-up truck. Een witte pick-up truck met inderdaad wat groene stickers erop. En voilà. Oranje lampje gewoon aanzetten. Gewoon aan doen, ladder meenemen. Moet je kijken hoe ver je komt. Zo'n stom oranje lampje, die kan je gewoon halen bij je overal. Ja. Ja, groen hesje aan, motorzaag. Ja, ik denk dat het lang duurt voordat iemand je tegen gaat houden. Weet je, dan moet eerst helemaal de bureaucratie in verdwijnen voordat het komt bij een of andere gemeentehuis die dan afvraagt van wie heeft het aangevraagd? Ze zich afvragen van, waarom is er maar één iemand? Dat doet nog normaal altijd zijn er 6 en dan zijn er 5 aan het kijken hoe je dat doet. Dat is toch hoe de overheid dat normaal doet? Waarschijnlijk wordt het weggewuifd. En ze dan gaan bellen van, wat zijn jullie efficiënt bezig? Wat slaat dit nou weer op? Mm-hmm. Dan komen ze even langs. Dat klinkt niet als ons. Ik ben benieuwd. Dat is wel leuk om te proberen om gewoon een random boom om te gaan zuigen. Ik denk dat je een patent bak ellende en gezeik krijgt. Moet je een... Als je gepakt wordt. Ja, ver, ja, tuurlijk. Ja, okay. Maar ik weet niet. Ik denk dat er hier genoeg snitches zijn die... Gewoon een grote zonnebril opzetten op een warme dag en dan een mondmasker omdoen. Weet je wel, zeg van, ik wil geen COVID krijgen. Weet je wel. Dan ga je gewoon zagen als een motherfucker. Niemand weet wie je bent. VS of dat elementen binnen de VS hier achter zetten. Nou ja, en er is nog een ander ding. VS heeft een grote gasindustrie en is nu de grootste exporteur van gas naar Europa geworden. Mm-hmm. Dus die verdienen gewoon heel veel geld. Kibono, ja. En dat is dat andere ding. Er is iets... ik wou nog één dingetje afmaken over de voorraden, de gasvoorraden in Duitsland. Duitse... Boris smokt hem de laatste tijd ook veel, denk ik. Duitse gasvoorraden zijn ongeveer een derde van wat ze op jaarbasis gebruiken. Het is niet helemaal duidelijk in hoeverre de bezuinigingen... iedereen is aan het rantsoeneren. De zwembaden mogen niet meer gestookt worden. Overheidsgebouwen, weet ik wat, er gebeurt van alles. Dus er zal ongetwijfeld minder gasgebruik zijn in Duitsland. Hele voorraadkast ligt vol met tonijn hier. Maar onder normale omstandigheden is de gasopslag van Duitsland goed voor 30% van het gasverbruik. In principe zouden ze daar de winter mee door moeten kunnen komen. Dus de kans is ook groot dat dat nu wel gaat lukken. Deze winter heeft Duitsland genoeg gas. Het probleem is, die gasvoorraden moeten telkens weer aangevuld worden. Weet je? Dus als er geen gas meer naar Duitsland gaat, dan krijg je een gigantisch prijsopdrijvend effect voor de gas die wel voorhanden is. Gas gaat ontzettend duur worden. Mm-hmm. Daar gaat Amerika voornamelijk van profiteren. Poetin zal er ook van profiteren overigens, maar Amerika ook. Kunnen we niet een gasbusiness openen dan? Kunnen we gewoon marges pakken op al die profijt die gaan dus? Poppenkast gasbedrijf.
noem ik het gas op die lolly. Ja, maar er is ook zoiets als... poppengas. Poppengas, ja. Iets als biogas, hè. Dat kunnen ze ook maken, dus... doen ze toch ook met hout bij biomassa's. Kunnen ze ook gas maken. Weet je wat ik vandaag had? Ik zit te denken over... kan je eens geen waterstofgas mengen met die shit of zo? Beetje aanlengen. Waterstofgas erbij. Weet je wat ja, ze willen van de windmolens willen ze stroom opwekken en dan willen ze in waterstof vastzetten. Maar dat kost heel veel energie om het erin te doen en dan weer eruit te halen. Dus ja, dat is helemaal niet efficiënt. Gewoon al die mensen die... Je kunt beter gewoon land hebben en dan die laten gassen en daarvan methaan opvangen. Moet en gewoon... dat in de leidingen pompen. Maar ja, dat is niet groen. Hè? Dat is niet groen. Moet gewoon al die mensen die bij de Basic Fit zichzelf uitsloven, utiliseren en dan zo waterstof opwekken. En dan kan je tanken bij de Basic. Allemaal aan een hamsterwiel rennen. Ja, gewoon constructie van allemaal touwtjes en dan uiteindelijk gewoon elektrolyse aan het eind alles. En dan zie je daar achter je computer daar te rennen in zo'n hamsterrad. Doen we dat allemaal al niet, Rick Peters? Ja, eigenlijk wel. Wilden wij 107 kijkers hebben, maar 52 likes. Dat kan beter. Ja, we hebben nu 111 kijkers. Dat is wel, dat zijn ja, nee, net stond hij op 120, zou ik even snel. Maar ik denk dat wel beter kan dan 52 likes. Maar, nou, 50-50 ratio, dat doe ik het voor, hoor. Ja, joh, godverdomme, zagen we dat niet bij de benen af. Like die video, zegt... Vooral niet liken. Hier, wacht, ik haalde mijn ook terug. Fuck you. Nou. Nou, okay, je kan hem terugverdienen. Okay, nou, ik ga mijn best doen. Ja, ik wou nog wel wat zeggen, maar ik ben het helemaal vergeten nou. Waar zijn jullie? Oh, hier zijn jullie. Kijk eens aan. Ja, dan maar gewoon nog een stukje Viva Valentine. Nederland zou ervan kunnen profiteren als we ons gas weer zelf zouden verkopen. Oh ja, gas. En want ik wou nog even vertellen trouwens. Want over aanlengen gesproken. Hè, ze doen dus nu tegenwoordig veel meer ethanol in de benzine. En dat, in Duitsland zijn ze daar gewoon vrij eerlijk over. Dan verkopen ze het gewoon als E10, 10% ethanol. Normaal is het 5% ethanol, euro 95. Dan verwijzen ze nog naar de substantie wat het meest is. Nu verwijzen naar de substantie het minst is. Afijn, in ieder geval. Je hebt meer ethanol. In Duitsland hebben ze gewoon gezegd, we hebben nu E10. Afijn, hier. En in Nederland hebben we dat, zeg maar, zoals Nederland dat is. Is de gewone benzine, doen we dat shrinkflation principes beoefenen, ook met de benzine. Is gewone benzine stiekem op de achtergrond E10 geworden. Daar heeft niemand wat over gezegd verder. Misschien heeft hij gezegd van, oh, we switchen over naar een nieuwe soort benzine. Wil je daar meer informatie over? Klik op deze moeilijke link waar niemand op klikt. En dan vervolgens is dus, zeg maar, de gewone benzine, die normaal gewoon onze benzine was, is nu in één keer Shell Super Deluxe en BP Ultimate Limited en Texaco super fancy nice geworden, weet je wel. Dat is ook weer iets. Dus mijn auto, die zegt, net toen mijn moeder mee had, mijn auto, godverdomme, ze hebben een paniekbellen, dashboardlampjes. Ik zeg, is hij rood? Nee, het heeft een motorvormpje. Ik zeg, is hij rood? Nee, hij is oranje. Ik zeg, dan chill, komt wel goed. Dus, ik naar de garage vandaag, zegt die gozer. Oh, ja, je katalysator die heeft hoge waardes en zo. En het vindt dan de sensoren, die meten dat dan als meuk. En dan krijg je een lampje, weet je wel. Ik zeg, maar is het goed of slecht? Ja, dat maakt niet zo uit. Het is meer de technologie erachter, weet je wel. Ik denk, oké. Ik zeg, ja, ik heb wel van die meukbenzine lopen tanken in Duitsland. Ja, dat krijgen we vaker de laatste tijd. Dus eigenlijk we hebben een katalysator met veilige waardes gedaan en zo. En dat klopt dan allemaal niet meer of zo, op een of andere manier. Dan kreeg iedereen oranje dashboardlampjes. Zo plum, 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 plum. Moet je voorstellen, dat we stiekem overgaan naar waterstof en zo. Dan blazen we alles op, van je hele dashboard. Zo plum, 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 plum. Enfin, ik wou dat gewoon even delen met jullie. Praat verder. Ik luister aandachtig. Ja, nou ja, ik praat verder met niemand op een dag zo, weet je wel. Dus dat is wel fijn. dat is ook niet goed, hè? Ja, ik praat nu toch met mensen, dat is goed toch? Dat is zeker. Ik praat soms met Jonko.
Hè? Jonko? Praat met Jonko. Dat is... Dan ben je diep. Dan zit je diep. Diep is wat ik prettig vind. Mm. Misschien moeten we jou dan gewoon niet naar die Nord Stream. Dat is met 80 meter. Ja. Dat is diep. Ja. Dus even heel diep gaan denken. En dan misschien kunnen we de Nord Stream gewoon fixen. Dus, nee, ja, ik kan wel heel diep zinken wat dat betreft. Dus dat is op zich ook wel mijn specialiteit. Ik wou, je was me net voor, maar ik wou dat kan zeggen. Nee, ja. Moet geregeld kunnen worden. Ik zeg, we kijken nog een beetje Viva Valentine. Ja. Op de vrije markt. Nederland zou daar echt heel... Dus en dan even een klein stukje verder. Ik geloof het allemaal wel zo. Een energie... behoefte komt uit gas wat ze zelf winnen in de Noordzee. Okay. En ze zijn heel erg energie onafhankelijk. Maar ook daar gaan de energieprijzen door het dak heen. En hij geeft de schuld dus aan de privatisering, zeg maar. En het feit dat hij is een communist. Dus hij is een communist. Ja. Logisch, maar ik vond het wel een interessante take op van ja, waarom heeft Engeland een probleem als er nul, zeg maar, Russisch gas in de mix bij hun zit. Zeg maar. Ja. Ze zijn helemaal energie onafhankelijk. Dus je zou niks hoeven moeten merken van wat er, zeg maar, gebeurt. Het enige wat je wel merkt is dat gewoon op papier de prijs stijgt. Omdat er dus... Ja, en er is een ander ding. De gasvoorraden, omdat Engeland zelfvoorzienend is, heeft Engeland ook maar 1% van zijn gasopslag. Dus bijvoorbeeld, er zijn landen in Europa die een gasvoorraad hebben van 80% van hun jaargebruik. Duitsland heeft ongeveer 30%. Engeland heeft... minder dan 1%. Die doen niet aan voorraden aanleggen. En dat doen ze niet omdat ze dat in principe niet nodig hebben. Omdat ze zelfvoorzienend zijn. Maar het is inderdaad zo dat omdat die gas uit de grond wordt gehaald door commerciële partijen. En dat gewoon door de markt verdeeld wordt. Is de Britse overheid aangewezen op de vrije markt om die gas bij die mensen thuis te krijgen. Eigenlijk mensen zijn aangewezen op de vrije markt om gewoon gas in te kopen. Mm-hmm. Dus die prijzen gaan daar ook omhoog. Maar eigenlijk is het wel raar, want eigenlijk is het, zeg maar, is het niet één markt. Zeg maar dat gas in Engeland in feite is het als een aparte markt. Wat de fuck doet die clown daar dan? Sinds wanneer staat dat ding er al sinds het begin? Staat er al? Nee, niet sinds het begin, maar het is gewoon de clown world. Is dat een clown? Is wel een hele funky clown? God, ja, het is wel een swingende jazzy clown. Oké, een transgender clown. Moet toch wel de symboliek uitoefenen. Ja, ik kan erin zien waar je wil. Kunnen zien. Het is raar dat zij... De vraag in Engeland verandert niet, zeg maar, en het aanbod in Engeland verandert ook niet. Ja, maar dat komt omdat die hele energiemarkt eigenlijk wordt uitgedrukt in termijncontracten. Oh, even een interessante comment in de chat. Ricardo Panders zegt, nou, slik dan een bommetje, dan hoef je niet te snuiven. Dus het is niet zozeer dat jij, weet ik veel, als jij naar de supermarkt gaat en je koopt zo'n blikje gas, weet je, zo'n blauw blikje. En je zegt van nou, dat kost, weet ik veel, 1,95 en nu kost het 2 euro. En dan heb je dat gas, weet je, dat gas heb je niet echt. Dat kan niet met deze hoeveelheden. Mm-hmm. Wat je doet is je koopt in, je gebruikt en je rekent af aan de hand van wat je van tevoren hebt ingekocht. Dus dat is ook het verdienmodel van grote energiebedrijven, zoals Vattenfall en weet ik veel wat. Die kopen gas op die termijnmarkt of energie in op die termijnmarkt. En verkopen dat weer, maken daar een berekening voor. Oké, wat kost het dan? Wat moet het dan de huishoudens kosten om dat enigszins goed te krijgen? En als er een nieuwe partij op die markt komt die bijvoorbeeld dat beter kan inkopen, bijvoorbeeld, en dat is meestal het geval doordat ze kortlopende termijncontracten afsluiten, in een volatiele markt kun je goed timen en dan kun je dus veel winst maken in die business. Maar die grote bedrijven, de Eneco's en de Vattenfall, contracten in, omdat ze juist heel steady willen zijn. Nou, die gaan zo meteen, die profiteren nu, weet je. Als jij een 5-jarig contract hebt bij Eneco, dan in principe koopt Eneco, die sluit een 5-jaar contract af en berekent je. Oh, wat kan ik hier slecht naar luisteren, jongen. Ik kan het al moeilijk, kan ik dat, zeg maar, een soort van bevatten, dat al die structuren en zo, weet je wel, die betaal, weet je wel. Plaatsen nou gewoon, weet ik veel, je lokale stroomboer hebt en daar heen gaat en daar gewoon stroom kan kopen. Dat het allemaal zo fucking moeilijk moet zijn, weet je wel. What the fuck? Wat vinden jullie daarvan dan? Ja, als je stroom wilt leveren als bedrijf, dan
dan komt de overheid ook kijken. Dus dan word je ook uit de markt geconcurreerd vanwege wet en regelgeving. Je kan moeilijk heel weinig stroom opwekken voordat het efficiënt wordt. En als je veel stroom opwekt, dan moet je extra veel belasting betalen. Nee, maar dat weinig, dat in kleine. Nee, maar dat is dus. Ik denk dat dat is een beetje. Dat, dit raakt dus een beetje die hele Tesla free energy shit, weet je wel. Dat je dus wel. Er zijn dus wel technieken waarbij je dus inderdaad heel rendabel kan maken dat je in kleine vorm energie opwekt. En die technieken zijn niet toegankelijk. Die zijn allemaal opgekocht door Shell. Ja. En Shell doet ze in de ijskast. Heb je dus gehoord van die turbo shit van Tesla? Het is een of andere zieke turbo. En dan krijg je gewoon fucking je energie output voor een of ander turbinetje. Krijg je gewoon ver weet ik veel, 16-voudig of zo. Weet ik veel wat voor gekke Tesla-achtige nummers er weer aan te pas komen. En, er was een tijdje een heel groot cruiseschip met allemaal. Nou, echt een mega cruiseschip. Met hijskranen erop en nog wat andere. Allemaal bioscience labs en dat soort. Nou ja, in ieder geval heel groot. Met een hele grote kernreactor ook in dat grote cruiseschip. Dat was om te tentoonstellen hoe veilig de kernenergie was. En daar hebben ze eigenlijk niet veel mee gedaan. Omdat het publiek toen heel erg angstig was voor kernreactoren op kleine schaal. Lijkt maar me. Dat is natuurlijk wel een oplossing. Lijkt me wel echt als je in elke gemeente een hele kleine kernreactor neerzet, bijvoorbeeld. Ja, want je hebt die vliegdekschepen, die lopen ook op nucleaire reactoren. En die gaan gewoon 3 maanden mee ofzo, of volgens mij nog langer zelfs. En dat is echt belachelijk, daar gaat helemaal nergens over. Dat is een soort van bijna onuitputtelijke bron aan energie, weet je wel. Behalve de wind dan, maar dan, je bent nergens van afhankelijk. Je kan gewoon doen whatever the fuck je wil. Je kan gewoon piep, 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 piep. Voor 3 maanden lang, weet je. Dat is gewoon een kwart van een jaar. Je kan gewoon whatever the fuck doen wat je wil op zee. Dat is gewoon bizar. Ja, weet je, nucleaire energie is wel een soort van de oplossing, denk ik. Als je realistisch, heel realistisch bekijkt, weet je wel. Met alles wat er nu aangeboden wordt, zeg maar. Maar ja, het is natuurlijk, ja. Weet je wanneer het vertrouwen groot is als je zeg maar gewoon het lef hebt om een soort van nucleaire batterij in je telefoon te dragen? Want dat kan ook, hè. Je kan een soort van forever device maken die gewoon aangaat en die gaat nooit meer uit. Dat is heel veilig. Ik ook af, inderdaad. Ik kan me ook niet voorstellen dat er ook maar één burgemeester is die het zeg maar accepteert om een om zo'n ding in de gemeente te zetten. Jongen, ik denk ook die mini-reactors die kunnen wel veilig gebouwd worden met heel veel. Ja, fair, maar ik denk dat iedereen dan in één keer zijn inner nimbyist omhoog komt en zegt van ja, dat vind ik ook allemaal waar, maar niet in mijn tuin. Maar het is ook gevaarlijk. Die dingen die staan toch met internet in verbinding. En als je dan hackt. Ja, dan ben je wel echt een hele grote sukkel. Als je dan die ringfans, dan weet ik het natuurlijk niet. Die zou ik niet. die zou ik inderdaad niet aan het internet hangen. Nee. Dan kun je heel makkelijk terrorisme maken. Nou, ik wil jullie wel meenemen naar. Ik weet niet hoe lang jullie allemaal al kijkers zijn van. hoe lang jullie kijkers zijn van mijn kanaal per se, weet je wel. Maar ik kwam erachter. Ik heb afgelopen tijd met. Ik heb gisteren volgens mij vet met Bas Lopertje, de Bas Lammerst. Hij kijkt mij ook echt al vanaf het begin, weet je wel. En ik heb het dus hier wel eens over gehad. Over dus inderdaad die hele manie rondom. Fucking nucleaire energie. En kijk hier, toen maakte ik nog mooie categorieën en zo. Toen steekte ik nog veel meer tijd in mijn content. Dus even kijken. Wat hebben we hier? Dit is een gozer. Wind- en zonne-energie, kamervragen, nucleaire noedels. Ja, inderdaad, ja. Nucleaire noedels. Dan ga ik nu naar mezelf kijken. Is dit echt wat we gaan doen? Volgens mij wel. Ik zit uit te leggen van, oh, er zit dit in, dat in. Oh, kijk, dus heb ik die filmpjes hieronder gezet? Want zo ben ik dan ook wel weer. Toen was ik nog veel secuurder. Hier, mini-nucleair. Kijk aan. Oh, kijk, ik ben echt... Ik in het verleden... Sponsored by Surfshark VPN. Click on the link in the description and enter promo code nee, undecided. Nee, dat is hem niet. Godverdomme. Ik wou zeggen, ik hou van mezelf in het verleden, maar toch niet. Zeg maar, van die pakketten uit verschillende legers. Zat open te maken en zit hij uit te leggen van, oh, er zit dit in, dat in. Super saai. Maar in ieder geval, hij kwam dus op een gegeven moment
een heater tegen, zeg maar, om een bakje noedels op te warmen. En dat ding is dus nucleair. Het is een nucleaire mini-heater om zijn noedels op te warmen. If they blow up, they decided we can't put them anywhere in England, obviously, or Wales or Ireland. So they said, we'll put them in Scotland, because Scotland has lots of space, lots of... Oh ja, hij heeft een Engels, een niet normaal Engels accent. ...populated city. And foei, Peter, niet normaal. This is a... Dat was ik toch bekrompen een jaar geleden. Years or so, ik zou niet weten eigenlijk. ...ingot ration heater, because it's based on an atomic extract, plutonium extract, from the Trident submarine fuel rods. But in this case, it's in a very controlled system. It's got the controlled heater. It's also got, if I pull this out now, it won't heat up. Now, you know this thing about radiation and all that, this fluorescent green color? This is just coolant. The rod in the middle is the actual nuclear rod. It's based on a plutonium alloy. And it has a pacifist. Yeah, this, I got new rod. Let's give its proper name, a neutron absorber rod, down it. Hij probeerde een pacificatie staaf uit te spreken. Lukte hem niet zo. Ja, wat is dus... Het is best cringy om dit terug te kijken, BTW, afijn. Het is een kleine nucleaire substantie die dus inderdaad als die pacificatiestaaf eruit gaat... dat dus inderdaad een reactie geeft waardoor het dus inderdaad heet wordt. Zo werkt het een beetje in een kerncentrale ook. Hè? Je hebt een nucleaire reactie en dan die je er shit in, een of andere staaf... en dan houdt de reactie op, zeg maar. Nou, heel even kijken hoe dat dan werkt. Hè? Dus hij heeft gewoon, zeg maar... even kijken. Pardon. Hij heeft hem nog uitgehaald hier. Ja, hij heeft dus hier... Zo. Of plier. De gas loopt te lullen de hele tijd, jongen. What the fuck? Here. Now, it's interesting to note that it's got a neutron absorption rod. I'm just gonna... Dus even... Ga ik even door mezelf heen lullen. Mooi, man. Men verandert niet. Je hebt dus daar een plutonium kleine mini-reactor met nucleair spul erin en een reactorstaaf. Dat kleine pinnetje wat erin zit, die eruit haalt. En dan gaat het spul reageren. En gewoon een fucking mini-reactor. En die duwt hij dan in zijn fucking noedels om de boel op te warmen. Dat het even snappen waar we het over hebben met straling en zo, weet je wel. Get a bit of paper and wipe this, right? Okay, I'm going to clean this off. It's extremely hot. If I left it any longer, it would start smoking, but... Ja, dus je hebt dus gewoon een of andere kleine mini-reactor, die daai gewoon in je bak... Ja, je hebt dus gewoon een of andere kleine mini-reactor en die daai je in je bak noodles, snap je? Dus dat wil ik even zeggen gewoon tegen jullie over nucleaire energie. Staan ervan te kijken, jongens? Hey? Zijn jullie er nog? Ja. Ik weet niet of het de beste praktische oplossing is. Nee, maar waarom heeft iemand dit gemaakt? om een bakje noedels op te warmen, jongen. Ja, maar dat was nooit een probleem. je hebt overal hout en je kan altijd overal een vuurtje maken. Oké, nou, maar het is in ieder geval om uit te beelden wat mogelijk is, potentieel, zeg maar. He? Daar kan je ook een batterij van maken, bij wijze van spreken. Ja, maar is dat plutonium radiatie waard? Dat vraag ik me af. Zit er lood in om een beetje dat te beschermen? Of? Ik heb hier een filmpje en die zegt Small Wireless Nuclear Reactor. En daar zit een thumbnail op van een rijstkorrelformaat aan een nucleaire reactor. Waar ja, dus er komt nooit zoveel radiatie vanaf, dus we hebben gewoon scheid. Oké, ja, zo kan het ook. Ja, maar misschien kunnen we gewoon meer radiatie hebben dan dat ons wordt... Weet je wel, ik bedoel, een banaan is ook radioactief, asfalt is ook radioactief. Weet je wel, shit is radioactief, de zon is radioactief. Weet je wel, jouw exen zijn allemaal ook radioactief. We groeien allemaal. Dat is allemaal gewoon maar een beetje Viva Valentine nog maar. Ik weet zeg maar niet of het een goed idee is als je zeg maar hier miljoenen van zou produceren en je zou ze bij elk noedelzakje doen. Ik weet niet of dat een goed effect oplevert voor het klimaat. En voor de menselijke gezondheid. Nou ja, ik denk vooral mijn menselijke gezondheid, want de natuur die schijnt nogal vrij veel schijt te hebben aan straling en zo. Als je kijkt naar Pripyat en shit.
dacht eigenlijk op een gegeven moment van, ik snap niet hoe ons energie, ons stroom- en gasnetwerk werkt. Ik bedoel, ik woon in een complex met weet ik veel hoeveel woningen. Mm-hmm. En ik heb mijn eigen energieleverancier gekozen. Ja. Maar het gaat allemaal via dezelfde gasleiding naar binnen. Maar daar betaal je ook voor. Dus je hebt bijvoorbeeld Liander. Liander's bedrijf, ja. die sluit jou aan. Snappen we allemaal hoe stroom werkt, jongens? Nee. Op het gasnet. Magie? Hè? Nee, maar hoe het... Bliksem. Moet ik even doorzappen of niet? Trouwens, dat kunnen we ook altijd doen. We kunnen de bliksem opvangen. Volgens mij wou Tesla daar ook naartoe werken. Dat je gewoon een hele grote bliksemvanger hebt. En dan creëer je gewoon een storm. Of je transporteert zo'n machine naar een storm en dan van je alle bliksem af op. En dan heb je ook behoorlijk veel energie. Als je dan een of andere HARP-machine maakt, die gewoon constant een storm maakt op een plek. En dan inderdaad daar gewoon een test van bliksem aan geleid is. Dat is over zoveel 100 meter. Magnetische veld van de aarde zit en die daar af kan tappen. Ja, je exploiteert de wrijf in tussen meerdere warmtegebieden. Ja, maar Rick heeft het over propere. Rick heeft het over, zeg maar, volgens mij elektrische gebeuren of zo. Als je een lang genoeg paal hebt, dan kan je, zeg maar, een elektrische stroom daaruit genereren. Ja, we hebben het over hetzelfde. Okay. Magnetisch veld en dan kun je toch van trappen, zeggen ze dan. Ja, ik heb het niet gedaan, dus ik weet het niet, maar... Maar wat bedoel jij dan, Ewout? Nou, het komt op hetzelfde neer. Je hebt dus... De magnetische polen op de aarde zorgen voor bepaalde wrijving in de... en dat zorgt voor dat... je weer krijgt en dat de aarde ronddraait en et cetera. Maar wat heeft dat met bliksem te maken dan? Is dat dan ook een gevolg van die hele magnetische polshizzle en zo? Ik bedoel niet dat de aarde ronddraait, maar dat de lucht om ons heen draait, zeg maar. Dat heeft allemaal te maken met de magnetische werking van de polen op aarde. En dat zorgt voor een wrijving in de verschillende warmtegebieden in de lucht. En dat kun je exploiteren, die wrijving. En daar kun je weer gewoon stroom uit trekken. Dat is bliksem. En dan heb je heel veel energie in één keer. Het enige probleem nu is dat je dat niet kan opslaan. Daar is toch niet echt iets goeds voor uitgevonden. Je batterijen die gaan in één keer stuk. Daar heb je niks aan. Een zoutbad kan het niet goed efficiënt opnemen. Dus dan gaat al je energie alsnog in de aarde weg. Maar op het moment dat we dat probleem hebben getackled, ja, dan heb je een hele goede energiebron. Je moet, zeg maar, een toren maken, zo fucking grote lucht in. Dat je, zeg maar, een of andere antenne maakt die zo lekker optimaal AI designed is. Met natural Schauberger methodes en zo. Die dan precies perfect mooi intapt op al die fucking magnetische veld. En daar dan, zeg maar, dan volgens mij creëer je dan ook, als ik dan jou zo hoor, Ewout, een of andere zieke bliksemschicht die daar gewoon constant inschiet. Zo, weet je wel? En dan kan je dat, zeg maar, een beetje op- en afdraaien, weet je wel? Dus gewoon, ja, zo van, ja, nu even wat minder bliksemschicht graag, weet je wel? Dus dan maak je de staaf minder lang of minder breed of minder geleidend of weet ik veel wat. En dan doe je dat er gewoon live aansluiten te maatschappij. In principe hoeven we dat nu ook doen. Dus wanneer er dan meer aanbod is, dan doe je gewoon de staaf wat harder zetten of zo. Zoiets. Zo zie ik de toekomst voor me. In het midden van elke stad gewoon zo'n grote bliksemschicht die gewoon recht zo'n toren in schiet. Misschien hadden ze dat vroeger wel met de middeleeuwen. Een soort kerk of zo. Ja, met die kerken, ja, en zo. Het kathedraal. Hoe heet die in Spanje? Ik weet niet hoe die in Spanje heet, maar dan zeggen ze, ja, die kerk die lijkt heel erg op twee katalysoren. Dat zijn, ja,
Als je eenmaal... Een katalysatoren en die kunnen dan stroom omzetten naar andere voltages. Ja, die doen dan stroom leveren. Want dat was vroeger. Dat hebben ze toen, toen allemaal kapot gemaakt. Ja, dat ze dan geschiedenis. Dat was dan de kreet reset toen. En ik geef hem nu ook weer. En dan gaan we weer terug. Ja, want sinds ik zeg maar een beetje die Tartaria-foto's heb gezien en van allemaal mensen zo zeggen van ja, dit is misschien een stroomgeleider en dit is een stroomgeleider. En als je zeg maar echt die stroomgeleiders nu ook zeg maar in de hoogspanningsmasten ziet, waarbij er echt van die, ja, die vormpjes zijn van groot naar klein om dan zeg maar stroom niet over te laten springen, zeg maar. Maar dat heeft wel iets weg, zeg maar, van al die, ja, die kleine torentjes die vaak op kerken en zo te vinden zijn, weet je wel. Die hebben ook inderdaad zo'n trapsgewijs 360 graden patroontje om, ja, weet je wel, het lijkt wel op geleiders op een of andere manier. Ja, ik kan me dat wel, ik kan me daar wel iets in voorstellen. Alleen ja, je vraagt je toch wel af, wat dan? Was dat het, waarom komt er dan nou geen stroom uit, maat? Er was sowieso nog wel meer gaande of zo. Laagje goud of zo, ik weet het ook niet. Nee, geen Tartaria opmerken verder. We gaan verder met Viva Valentine. Jij hebt op een gegeven moment, 100.000 kuub heb je geleverd. Nou, dan stuur je een factuurtje naar Liander. En dan zeg je van, ik heb 100.000 kuub geleverd. Ik wil eventjes afrekenen. Dit zijn de bedragen die erbij horen. Liander die factureert dat weer door aan jouw energiedirect leverancier, weet ik van wie je hebt. En die heeft jou een mooi verhaal verkocht. Ja, het is groener dan ooit. En, whatever. En die heeft daar een bepaalde prijs voor verkocht aan jou. En jij betaalt dat weer, weet je. Dus dat... Ja, in mijn hoofd krijgt het gewoon niet rond, zeg maar, hoe er dan 20 energiemaatschappijen, zeg maar, over dezelfde leidingen bij verschillende huishoudens dan, zeg maar, dat gas... Ja, want ik weet dus precies hoe dat fucking werkt. En dat is belachelijk, want dan koopt zo'n fucking energiemaatschappij koopt certificaten van Noorwegen, van allerlei groene energie die hun te veel hebben, zeg maar. Hè? In principe een beetje hoe wij nu ook onze CO2 straks moeten afkopen met whatever. En dan verkopen ze dat voor een meerprijs aan allerlei goedgezinde burgers die zoiets hebben van, ik wil wat meer betalen voor groene stroom. Eigenlijk betaal je dus voor stroom die opgewekt wordt in Noorwegen, die hun dan uiteindelijk ook een overvloed doorverkopen. En het enige wat je krijgt is een certificaat. En uiteindelijk krijg je dezelfde fucking door bomen of kolen opgewekte stromen die de rest krijgt van ons, weet je. Want het is ook een fucking scam uiteindelijk. Hè? Een soort NFT's. Nee, het is erger. NFT's heeft nog een ziel. Maar het is een administratief handeling, zeg maar, ergens. Nou, weet je waar je bijvoorbeeld merkt? Als je bijvoorbeeld verhuist, hè? Dus stel je voor, jij gaat naar een nieuwe woning toe en je hebt nog geen gas en energie, je hebt nog geen energiecontract. Dus gas en elektriciteit en water over hetzelfde. Mm-hmm. Maar dat komt wel gewoon uit de muren. Mm-hmm. En je kunt het gas aan en de verwarming aanzetten. Mm-hmm. Maar je hebt geen leverancier. Hoe kan dat? Weet je, nou, als je dat lang laat duren, dus stel je voor dat je nooit een contract afstaat, dan krijg je op een gegeven moment ruzie met Liander. En die zegt dan van, luister, we zien dat je gas afneemt of elektriciteit afneemt. Ik vind het zo niet boeiend. Skip hem even een stukje verder. Als er ja, precies. Maar goed, als het vraag en aanbod op elkaar inderdaad afgestemd kan worden. Maar als er ergens een vraag naar is, dan betekent het vaak ook dat er een wens is. Dus dat de mensen geld voor over hebben. En dus dat het, zeg maar, dat je iets van kan maken. Maar mensen moeten, denk ik, bij privatisering en nationalisatie niet alleen maar kijken naar van, inderdaad, heb ik... Ja, dat is wel een... Ik ga er even een statement in gooien. For the boys. Meer bedrijven moeten weer nationaal gemaakt worden. Wie is voor, wie is tegen? Tegen. Ik ben ook tegen. Jij, Rick? Durf je als enige anders te zijn of ga je ook met de groep mee? Ik bedoel dat zoiets zoals KPN Koninklijk Nederland was of zo. Overheid het gaat regelen. Nee. Nou ja, KPN is nu ook gewoon geprivatiseerd. Dat is ABN. Nee, zijn argument is, alles is kutter geworden sinds, of in ieder geval sommige dingen zijn aanzienlijk kutter geworden sinds de privatisering. En je zou eigenlijk weer terug moeten gaan om dan sommige dingen weer opnieuw te nationaliseren. Dus weer opnieuw tot de staat te nemen. Denk aan energiebedrijven en zo. Om het dan weer herin te richten. Op belastinggeld in te stoppen en dan weer opnieuw te privatiseren of zo, weet ik veel. Ik weet niet wat daar de cirkel in is of zo. Maar iedereen tegen? Hi. Je moet gewoon een vrije markt hebben, dat weet ik best, hè? Concurrentie. En dan
komt daar met het beste bedrag uit. Maar is het nu een vrije markt, de energie? Nee. Nee, maar het komt allemaal van hetzelfde. Het komt sowieso uit dezelfde leiding, daar heb je het net over. Het is een beetje hetzelfde als de NS, als de spoorwegen. Ja, er zijn meerdere bedrijven, maar er is maar één spoor. Ja, dus hoe kun je daarmee concurreren? Nee, maar je kunt toch wel verschillende bedrijven daarop laten werken. Ja, maar de overheid die doet toch ook allemaal subsidies geven en die doet daar ook daarmee de markt gewoon sturen of manipuleren, hoe je dat wilt noemen. Dus je hebt invloed van buitenland natuurlijk, waar je ook mee concurreert. Nou, je gewoon belasten. Het is een beetje zoals ook openbaar vervoer, weet je wel. Je hebt gewoon één planning waar iedereen zich aan houdt. En dan kan er misschien een paar andere bedrijven zijn die dan daaraan deelnemen. Maar om dat dan helemaal los te laten en te zeggen van, we gaan het helemaal vrijmaken. Dat er maar iedereen zijn eigen planning maken, zijn eigen appen, zijn eigen bussen. Dan wordt het één grote chaos, zeg maar. En ik denk dat als je dat natuurlijk op gas en ook elektriciteit legt. Als je dat helemaal aan de vrije markt laat, dan wat dan? Dan gaat er denk ik iemand anders een heel eigen pijpleiding neerleggen en zo. En dan wordt de straat nog een keer opgehaald voor weer een ander bedrijf die er nog eigen stroom gaat leggen. Je moet toch gebruik maken van elkaars infrastructuur en zo. Weet je wel, we leggen ook maar één weg neer en zo. Gaan niet daar drie wegen neerleggen voor drie andere mensen die dat aanbieden. Dat hoeft niet via de overheid te gaan. Je kunt ook met een verzameling van bedrijven samen kun je ervoor zorgen dat er een infrastructuur komt. Ja, maar als je dus een stel bedrijven loslaat op onze bijvoorbeeld. Dan willen ze ook een stuk aandeel hebben. Dan gaat die infrastructuur ook van die bedrijven zijn, inderdaad. Ja, maar wat die maken het toch nu toch ook al? Maar ja, dat is het. Dat is hoe we hier zijn gekomen, toch? En nu zitten die bedrijven. Want het is de overheid die beslist welke bedrijven dat doen. En ze garanderen de prijs tegen. 10 jaar, 5 jaar. Is dat zo? Jij hebt een contract voor 5-10 jaar. Bepaalt de overheid wat die bedrijven doen? Of doen die bedrijven bepalen wat de overheid doet inmiddels? De overheid bepaalt toch? Die zegt toch, je mag geen Russisch gas hebben. Dus die zegt, je mag daar niet inkopen. Je moet bij iemand anders inkopen. Het plan wordt toch door de overheid gemaakt? Hoe zit het met de Nederlandse gasbedrijven? Hoe zit dat? Dat is de NAM, toch? Is dat niet ook dan gunstig voor de NAM? Ja, die hebben gewoon, Maar de NAM is ook niet meer van Nederland. Het is nu gewoon internationaal, van Shell. Ja, want de NAM had laatst een of ander leuk openingetje in Groningen met de koning. En die gingen dan, zeg maar, inderdaad waterstof produceren vanuit de windmolenparken die in de Waddenzee staan of zo, whatever. Waar ik dan eerst voor pleit is alles nationaliseren. Vooral heel veel dingen in de Nederlandse markt. Uit Europa en dan pas kunnen we echt kijken van oké, hoe kunnen we het beter structureren? Want nu hebben we gewoon te veel buitenlandse invloeden. Nou, ik denk dat zodra het genationaliseerd is, dan laat de overheid daar niet meer los. Dan gaan ze daarna niet meer om de tafel zetten van hoe gaan we dit mandaat dan weer weggeven. Maar dat hoeft op zich ook niet echt iets slechts te zijn als het beperkt is. Kijk, dan zijn het wel dezelfde mensen die ervoor bepaald hebben dat jij niet meer de kroeg in mocht 2 jaar geleden. En dezelfde mensen die dan gaan bepalen hoe jij aan je nuts, aan je voorzieningen komen. Nou, als wij ons helemaal, als wij een eigen eiland worden tegenover de rest van de wereld, zeg maar, in economische termen. Dan denk ik niet meer dat dezelfde mensen aan de leiding zitten. Ik weet niet zo goed hoe je dat bedoelt. Nou, dat zou alleen maar gebeuren als FVD aan de macht komt, bijvoorbeeld. Dat probeer ik te zeggen. Nou, ik... op die manier, ja. Dat hoeft voor mij ook weer niet. Ik heb gezegd, ik heb gevraagd nationaliseren of niet. Ik wil ook heel even de andere poll even afsluiten, namelijk als keer door gas-elektra-rekening. 31% heeft nog niks gemerkt. Grootste groep, dus die heeft gewonnen. Dus de meeste mensen die zijn nog ongeschaad. 29% is ja, shit is onbetaalbaar. 20% is ik heb een Pikachu gekozen. En 18% is nee, ik bulk van de energie. Dus dat is een klein aantal van de mensen. 29%, nou, een klein aantal. 1/3 van de volgers die gaat kapot. Gaat kapot, jongen. We gaan allemaal kapot. Ja, uiteindelijk wel, hè.
Uiteindelijk blijft er helemaal geen reet meer van je over. Wist je dat wel? Ja? Als het leven op een gegeven moment klaar met je is, dan ben je niks minder als iets waar je vandaag ook gewoon overheen zou lopen, weet je wel? Zoals een steen of zo, of een stuk kauwgum, of een mier. En dan ben je misschien nog minder als dat zelfs. Ja. Ook misschien meer. Wat dan? Wat denk je te worden dan? Ja, nou, dan komt je geest vrij, toch? Ja, maar dan ben je nu ook al, toch? Niet alleen... dat je geest hebt. Ja, die zit nu in je lichaam. Ja, daarom. Dus dan, ja. Ja, dat ben je niet echt. Dat is niet... Je bent nu dat opgeteld in je hele fucking lichaam. Als je straks je lichaam verlaat, dan ben je niet meer wat je fucking in je lichaam was. Dat kan ik je nou ook al vertellen. Ja, alleen je fysieke vorm is er niet. Nee. Wie jij nu bent, dat heeft te maken met je fysieke vorm. Als je dat loslaat, dan ben je niet meer hetzelfde, ouwe. Dat is niet meer... Ja, in die zin, ja. Je bent dan niet minder geworden. Het feit dat jij een half stoned boer bent, het ligt aan het feit dat jij geboren bent in dat lichaam daar, op die plek. Met die handen. Ja. Dat klopt. Snap je? Het is allemaal heel fysiek, is dat heel lichaam gebonden. Dat als iemand doodgaat, zo moet je er allemaal afscheid van nemen. Doei. Het is allemaal een lui maar achter op deze wereld. Alles wat je hier dit nu maakt en zo. Het is leuk. Maar het is ook, dat is de bedoeling. Dat is ook het leuke eraan, weet je wel. Want anders, als het voor eeuwig zou zijn, dan is het niet... Het wordt shit wat legendarisch als het verdwijnt, weet je wel. Je moet verdwijnen en dan heeft het tijd om te groeien. Of inderdaad helemaal weg te gaan. Het leven leuk. Ja, maar ook en voor jezelf, maar ook voor anderen en zo, weet je wel. Ja, maar als je niet doodgaat, ja. Dan heb je op een gegeven moment alles gedaan. Nee, dat moet wel. Moet wel. Kan niet, als je dood bent, dan kan je niks meer doen, nee. Niet hier in elk geval. Ik ben zo terug, momentje. Dualisme is dat, Tess. Het is allemaal balans. Alles draait om balans. Ewout, geloof jij in een situatie na de dood? Of denk je dat alles op zwart gaat en dan is het klaar met bestaan? Volgens mij krijg je zo'n game over scherm voor je. En dan krijg je twee buttons in beeld. Zoiets. Would you try again? Ja, het zou wel mooi zijn als je meerdere pogingen krijgt op één leven. Dat is wel, dat je het een beetje kan perfectioneren voor jezelf, weet je wel. En dan alleen maar verder verneukt uiteindelijk, weet je. Krijg je een respawn. Alleen als je zoveel geld hebt. Zoveel geld? Wat heb je nou in geld in het leven hierna? Dan doe je gewoon een aardbeerschop en dan zeg je, ja, doe me maar een ander lichaam. Dan moet je een soort van life credits hebben of zo. Dat je dan inderdaad wakker wordt, zie je twee buttons en dan zie je in één keer 1000 credits erbij komen. Zo blub, 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 blub. Ja, dat is wel echt inderdaad een letterlijke karma. Kan je een nieuwe skin kiezen en dan opnieuw geboren worden. Dit keer hetzelfde leven, alleen dan met een rocket launcher. Nice. Oké, fijn dat we dit gesprek hebben terwijl Strijk weg is. Dat is toch wel prettig. Nee, die komt pas later. Denken jullie dat Strijk aan het scheiden is? Ik weet het niet. Wat denken jullie in de chat? Denken jullie dat Strijkspringer aan het scheid is of niet? Laat het weten. In de chat en in de comments. En post het op je eigen social media. Rob Dagels. En ze lieten ook zien dat Trump daar eerder was geweest. En toen was groot feest en dansers en erehaag met gasten met gouden zwaarden en toestanden. Het was één groot feest. En dat was nog aan het begin van corona. Weet je? Dus dat kon allemaal. En nu kwam Biden en heel pover. Dus dan zag je gewoon, van, ja, ze wisten wat Biden... Pover. Is dat skeer? Is dat... Is dat normaal Nederlands voor skeer? Of what the fuck is pover? Niemand? Godverdomme, het kost me dat ook heel veel moeite om jullie aan het praten te krijgen. Is dat je introvert, jongen? Why the fuck is strijkspray? Strijkspray? Wat is pover? Ik heb geen idee. Alleen poverty. Of poverty, wat is dat? Klein in hoeveelheid.
Wat een anticlimax. Oh. Oké. Okay. Klein in hoeveelheid. Biden daar kwam doen. Die kwam gewoon smeken of Saudi-Arabië alsjeblieft die gas en of die oliepomp aan wil zetten. En die markt wil overvloeden, zodat we rust van. En dus daar hebben ze helemaal geen zin in. Waarom zouden ze? Mm-hmm. Ik bedoel, ze gaan die prijs niet torpederen. Niemand doet dat. En dat, daarin zie je gewoon, het enige wat Amerika nog zou resten om Rusland te raken is, ze kunnen die prijs niet naar beneden krijgen. Maar wat ze wel. Ook even wat comments van de dingen. Even kijken. Bas Lammert zegt poverty. Ben van Enkele zegt eerder een muur om de Randstad. Marcus zegt er is veel voor ons gezorgd. Nu we het zelf moeten gaan doen, gaan het niet meer lukken. Sint Nietzsche zegt pover is netjes. Ghost Band zegt klein. Wil Gerard zegt armoedig. Ben van Enkele zegt pover is armoedig. Excel zegt weet iemand hoe die film met Justin Timberlake heeft? Dat hij tijd koopt. Time of zo? In Time. Met die tijd tattoo, zeg maar. Die ken ik ook. Dat is ook wel lijpe shit. Dat is wel on point, zeg maar. Want uiteindelijk vreet je zo je tijd op. Wat je dan ziet verschijnen op je arm. Ja, inderdaad. Okay. Jack the Smoker zegt. En dan hebben we nu de metaverse komende. Ik heb altijd gewaarschuwd. Upload die data niet, mocht het zover komen. Niet, hè? Upload die data niet. Jos Broersma zegt armlastig. Ben van Enkele zegt proper is netjes. Nee, pover. Ja, proper is netjes. Ja, ja, inderdaad. Oké, Frits Duister zegt de vraag is eerder. Wie is Biden ooit in verdiept? Goeie vraag. Wel kunnen doen is ze kunnen zorgen dat Rusland het niet kan aanbieden op de vrije markt. En dat is wat ze nu gedaan hebben. Mm-hmm. En dat, ik doe even kort door de bocht, ik doe de aanname dat de Amerikanen achter die aanslag op die pijplijn zitten. Plausibel. Ja, nou goed, dat is wat waarvan ik denk van wat het meest voor de hand ligt. Maar goed, nogmaals, daar is absoluut nog geen bewijs voor. Dat is absoluut niet duidelijk wie erachter zit. Ik denk het feit dat als dat zo is, als Amerika een aanval eigenlijk op Europese bodem aanvalt of uitvoert tegen de Europese bevolking en tegen de Europese industrie, dat is wat dit is. Dat is gewoon een oorlogsdaad. Mm-hmm. Weet je? Ik bedoel, dit is niet anders dan. Wat vinden jullie van de oorlogsverklaring van Boris? Is hij een warmonger nou? Is Boris oorlogs wel lustig? Net zoals Sjoerdsma. Strijdlustig, denk ik eerder. Maar wat zeg je? Strijdlustig. Breitbuster? Strijdlustig. Strijdlustig, oh. Jesus Christ, jongen. Kunnen we een samenleidsactie opstarten voor Rick's microfoon? Ja, sowieso. Ik ga gewoon zo'n USB-microfoon en die kan je gewoon ergens in prikken en dan voilà. Dan horen we je met z'n allen, tenminste. Heb je nog dieren bij jou op die boerderij wonen of niet? Ja, genoeg. Hier, daarom. Die willen we ook een keer horen. Ik weet niet. Ik kan even niet. Kan iemand nog meer dieren? Zou ik een bol oprichten? Wart van dieren. En dan nummer 1, honk. Nummer 2, blaf. Nummer 3, squeak. Nee, ik weet het ook niet. Bij wijze van spreken een bevriende natie die een aanval uitvoert op Amerikaans grondgebied. Oh, natie met een T, sorry. Ik vond het wel ongepast grappig eigenlijk dan. En blijk ik stiekem toch racistische humor grappig te vinden. Zegt New York. Maar het was over een T, dus het was helemaal niet. Ik heb je godverdomme ook een keer voor in de cel gezeten, godverdomme. Teringleiers. Ik zeg twee niet nader te noemen torens. Mm-hmm. Of drie. Die worden opgeblazen daar. Het is vergelijkbaar. Mm-hmm. Ja, het is bizar. Ik ben benieuwd hoe dit zich gaat ontwikkelen. En of mensen ook in gaan zien, wat wij al een paar keer hebben aangestipt, is dat Amerika niet zo'n grote vriend van Europa is. Amerika dient gewoon hun eigen belang. Dat zie je op die manier. Fuck the EU, dat is wat. Fuck the EU, niet EU, de EU. Ja, dat was een uitspraak, daar refereert hij naar. EU? Dat is een uitspraak van een Amerikaanse politicus. Die was uitgelekt. Die zei fuck the EU. Waarom zegt nooit eens een keer een Europese politici fuck the USA? Of gebeurt dat wel? Krijgen we dat alleen maar niet te zien in het Nederlands of zo? Nou,
gebeurt in de achterkamertjes. Nee, daar worden ze juist gefakt door de USA. Door de neocons. Ja, zou kunnen. De neocons. Is dat jouw nieuwe ding nu of zo? Dat is waar Boerders dat komt altijd in deze podcast, komt dat terug. Maar is dat ook de Trump gebeuren en zo? Nee. Robert en Boerders die beginnen daar altijd over. Dus dat is de referentie die ik terugmaak. Je zit gewoon dingen te roepen dan, of wat? Nee, ik sta er ook wel echt achter. Maar wat betekent het dan? Ze refereren naar de conservatieven een beetje die de macht hebben gegrepen. Of in ieder geval, dat is dan weer een beetje de theorie daarachter. Ja, maar dat is Trump en zo dan, toch, of niet? Nee, ver daarvoor. Dat zegt de 60-jarige. 60 jaren? Ja, zoiets. Daar weet ik me niks van. Nou, vertel eens dan. Dat is dat zijn de mensen achter de John F. Kennedy moord, zeg maar. Ah. Ik had gehoord dat het ook Trumps maffia was. Volgens mij was Trump nog niet zo rijk in de... Of ja, rijk, hij is helemaal niet rijk, maar volgens mij had hij niet zo'n imago toen. Maar hoort Trump daar wel of niet bij die neocons? Ik zeg niet dat hij de neocons is, maar is hij iets wat voortkomt vloeien uit neocons of is hij weer iets heel anders? Het is een interne reactie op de neocons. Een soort van anti-neocon of zo? Ik zie Trump meer als gewoon een charlatan, iemand die ze die ze gewoon kunnen laten praten, net zoals Biden, een soort spreekbord. De beweging eromheen is juist een reactie erop, op het beetje het Bush-sentiment. Ah, maar hoe lang heeft Trump het hier al wel niet over dan? Denk je dat hij al die tijd dan heeft lopen ouwehoeren en dat hij dan daardoor voor het karretje is gespannen? Of, want het lijkt ook best wel op een soort van georganiseerde strategische shit van lange termijn of zo. Weet je wel, je zit al mensen helemaal warm te maken al sinds 9-11 bij wijze van spreken. Ja, voor zijn eigen image, om zichzelf hoog te houden. Maar niet echt met de politieke doelen van... oh, we gaan het land zo verbeteren. Daar is hij altijd een beetje wazig over. Ja, oké. Okay. Nou ja, maar dat is ook niet aan de president, toch? Die moet gewoon een leuke imago hebben en zo. En de rest erachter, al die kutbureaucraten, die moet allemaal gaan fixen en zo. En de wetenschappers en zo, weet je wel. Ja, moet dat zo? Trump is toch gewoon een businessman. Ja, maar het is toch ook gewoon business, man. Een land is meer als de economie. Nee, maar je hebt gewoon een hoop facetten, weet je wel. Je hebt congreslieden en die hebben allemaal eigen investeringen. En je hebt allemaal inderdaad hoge mensen van de industrie en allemaal geheime clubjes die samenhangen en lobbypartijen. Er zijn genoeg in invalshoeken in de fucking overheid voor industrie, weet je wel. Wat je ook hebt is in ieder geval iets wat doet met de fucking gemoedstoestand van het land over het algemeen. Dus zo'n leider kan wel een leuke mascotte zijn. Als goede president moet je daar scheid aan hebben, aan al die clubjes. Ja, maar het enige wat je kan doen is jezelf... Ja, maar je kan jezelf uitspreken. Je kan niet in je eentje een AK-47 pakken en gewoon de deep state inrunnen. Gewoon een goede campagne. En dan word je doodgeschoten. Ja, nou ja inderdaad. Ja, als je te real wordt, dan mensen schuwen, vooral die Amerikanen schuwen niet terug van een goede moord. Nee. Die klappen voorbij hun grenzen nog mensen een kogel door de kop heen, wat dat betreft. Ja. Nee, ja. Maar je kan voorzorgsmaatregelen nemen, zoals een kogelvrij helm dragen. Joint Strike Fighter. Dat was de naam, ja. Sorry. Of een soort van hologram-president worden of zo. Die alleen nog maar verschijnt in hologrammen. Ja, het is allemaal een poppenkast. Alles is een scam, zoals Chris zegt. Ja, het is ook... Mike Jr. die zei toch ook van... het is allemaal een andere dimensie, die politiek. En, maar ja, wat moet er mee, weet je? Moet die gasten dan gewoon negeren of zo? Dat is het allerbeste. Voordat de pandemie begon, interesseerde mij politiek nooit. En dat waren eigenlijk mijn beste jaren van het leven. De jaren daarvoor, denk ik.
Ja, ik zat helemaal in die Trump-shit, weet je wel. Ik vond het echt leuk om te zien en zo. Ik dacht, mooi man. Shit. Want ik wil graag het hele politiek systeem zien afbranden, weet je wel, zoals het nu is. Dus dat gaat ook wel gebeuren. Ja, dat is... In plaats ervoor komt echt slavernij. Ja, nee, daarom. Dat is dan wel weer, dat is weer spijtig. Het is weer spijtig dat het tot dit heeft moeten gekomen. Ja. Ja, dat is dan jammer dat er niet genoeg mensen klaarstaan met een mooi alternatief plan. Maar moet het toch wel... ik weet niet, man. Het is toch... hè? Godverdomme. Nederland, jongen. Ik snap dat we hier het hol van de leeuw zijn, maar... Kunnen we toch ook wat moois van maken, of niet dan? Ik denk dat de meeste mensen eerst moeten voelen hoe slecht het... kan worden. Ja, dat is, we moeten gewoon naar een nieuw laag zakken, weet je wel. Gewoon echt weer die 80-jarige oorlog shit in duiken met z'n allen. De Tweede Wereldoorlog was schijnbaar niet genoeg of zo. Hebben we dan een tweede gouden eeuw? Hell yeah. Dat is wel wat ik onze kinderen en de kinderen daarna... Nou, onze kinderen die zijn fucked. Die moeten we opvoeden als een stelletje fucking warlords. En die moeten dan weer een soort van stelletje nieuwe diplomatenberichten opvoeden. En die gaan dan inderdaad de wereld weer veroveren. Met allemaal zwevende voertuigen en nieuwe planeten ontdekken en shit. Dan gaan we een nieuwe Hollandse kolonie beginnen van kaas op andere planeten. En een nieuwe dimensie. De Hollandse kaasdimensie. Shit, wat episch. Zetten we dan een Hollands vlaggetje neer. In een heel kleintje zo. Tuk. Oké. Nog een stukje kijken, maar. Wat Victoria Nuland. Victoria Nuland zei, ja. En dat is gewoon al heel lang gaande. En dit is gewoon de kerst op de taart eigenlijk. Maar wat ik niet begrijp, Robert, wat zo bizar is. Ik bedoel, Duitsland heeft een inlichtingendienst. Duitsland heeft een leger. Waarom beschermen ze hun economische belangen niet? Dat was toch grap nog, trouwens. We helemaal vergeten. De CIA heeft dus een half jaar geleden gewaarschuwd... dat er iets zou gebeuren met de Nord Stream pijpleiding. Ja. Nou, dan ben je helemaal klaar. Als je maar waarom zijn de Duitsers niet 24 uur per dag bezig... om te patrouilleren langs die pijplijn? Waarom beschermen ze de levensader van hun energietoevoer niet? Mm-hmm. Waarom? Wat is er mis met Duitsland? Mm-hmm. Ik vind het... Oké, jongens. Quizvraag. Wat is er mis met Duitsland? Duitsers. Het volk is heel erg bang geworden. Het is, maar waarom zijn Duitsers zo conditioneerbaar? Of zijn ze gewoon passief? Te passief, zeg maar. Weet je? Die kruipen gewoon ergens terug de bosjes in en denken van... ze vinden me hier niet terug. Dat Hans Landa langskomt. Hallo. Sinds de Tweede Wereldoorlog hebben ze natuurlijk een hele culturele klap gehad. Ze worden van alles, ze krijgen van alles de schuld. En ze vinden zelf ook dat ze daadwerkelijk de schuld daaraan hebben. Ja. Dus dat zit heel erg in de cultuur daar. Van, wij moeten sorry zeggen, wij moeten sorry zeggen. En dat zorgt ervoor dat je een hele slaafse bevolking krijgt die niet echt strijdlustig is. Ah, die hele, rechtse bewegingen daar. AFD. AFD inderdaad, ja, die zijn wel strijdlustig, toch? Of? Ja, ik heb meer het idee dat het gewoon LARPers zijn. grap is, die kwamen altijd in Woenderland Kalkar. Kwamen ze altijd in het conventiecentrum. En dan altijd gepland stonden daar altijd standaard wat linkse demonstranten. Het was helemaal aangekondigd. Dan werd ook onze Facebookpagina met helemaal gespamd door allemaal mensen. Die werd en gespamd. Heb je dat, ook de hele tijd loos. Ja, die Facebookpagina. Die ja, dat was. Want daar ben ik zeg maar wel goed geworden in de trolls, zeg maar. Want ik ben toen eens een keer gaan uitzoeken van waar dat dan vandaan kwam. En toen kwam ik bij zo'n pagina, weet je wel. En die had dan anders eigenlijk helemaal getarget. En die zei dan echt van... Want het was op twee momenten werd zeg maar de Woenderland Kalkar Facebook getarget. Het was op momenten dat de AFD langskwam en de momenten dat de circus hadden staan. Als de circus hadden staan kwamen er allemaal van die dierenrechten mensen die allemaal liepen te huilen. En als de AFD kwam, kwamen er allemaal linkse liberale mensen huilen en zo. En dat ging gepaard met dus dan een van de Facebookgroep die dus inderdaad aangaf van... luister, we gaan deze pagina gaan helemaal spammen. En dan gingen ze allemaal rare berichten posten. En overal op elke... Dan ging ik een leuke campagne gepland voor de zomer, weet je wel. Met fucking een dromedaris met een hoedje erop en zo. En had ik helemaal bedacht. Ik denk, oh man, dit wordt hartstikke leuk, weet je wel. Iedereen die fan is van Woenland Kalkar gaat helemaal hard op die dromedaris. En dan misschien kopen ze fucking wat hoteltickets en shit.
En dan, nou, had ik dat dan gedaan. Eerste commentaar onder, ja, fucking nazi's. Jullie zijn allemaal fucking stelletje nazi-bewerkers en weet je wel. En in het Duits dan ook, hè. Nazi-bewerkstellingen aan doen. Dus ik zit eerst vertalen. Oh, shit, what the fuck. En ja, ik blokken jongen die mensen als een motherfucker. Allemaal blokken, maar die bleven maar komen. Dat was dan inderdaad zo'n groep van zo'n 1000, zo'n Facebookpagina van 1000 man die dan over heel Duitsland was, weet je wel. En die werden dan vet lijp. En die gingen dan 3 weken lang gingen die gewoon al spammen gewoon. Die shit te schaamde. Ik heb toen al een goede huid opgebouwd. Ik denk, fuck deze spammers. Jullie laten niet mijn marketingstrategieën hier. Alsnog heb ik kaartjes kunnen verkopen. Tussen de natieberichten door en zo. Ik heb volgens mij zelfs wel eens een like gehad op een natiebericht. Oeh, nazi's aanwezig. Dan ga ik hier een hotelkaartje boeken. Ach ja, Duitsland. Zietske die heeft ook heel veel content over. Die woonde een tijdje daar en die heeft het allemaal geobserveerd. Ja. Ja, ja, dat is, het is heel vreemd. Ja, dat is, want het is ook wel een beetje waar ik het met Erik over heb gehad, weet je wel. Dat is gewoon die echt keiharde demonisering. Waar ik ook wel een beetje in heb geleefd, weet je wel. Ik heb daar ook wel echt in geleefd. In die hele gecreëerde wereld van wat rechts inhoudt. Wat zogenaamd allemaal extreem rechts is. En wat in de wat controversiëlere, radicalere mensen al meteen gewoon geallieerd wordt aan de meest ergste dictators die er op de geschiedenis van mensheid rond hebben gelopen. En dat is kwalijke zaak. Daar ben ik eigenlijk pas met corona goed achtergekomen. Dat ik echt dacht van, yo, ik wist niet dat die linkse monden zo vuil waren. Zo vuil. Ja. Want die corona shit had helemaal niks te maken met fucking nazi's en shit, weet je wel. Er werd al vanaf het begin werd er al meteen, dat ging helemaal nergens over. Ja. Het wordt toch wel gebruikt, weet je wel. Ik bedoel, het is ook hier in Nederland, is het ook echt zo'n soort van hot topic. En joden en nazi's en shit. En dan wordt dan, als die kaart wordt gespeeld, dan is shit meteen controversieel als fuck, weet je wel. En dan kijkt niemand er meer naar. Zo, nee, daar wil ik het niet. Dan is het niet meer het gesprek van de dag of zo. Het is af en toe alsof het net een soort van publieke discussiebom is, weet je wel. Of een publieke discussie invisible cloak. Weet je wel, bombardeer gewoon iets tot nazi of joods of antisemitisch. Dan heeft niemand het er meer over. Not gonna touch that. Ja, dat is gewoon een dooddoener. Ja, een discussie. Zodra die aantijging is gedaan, dan hoef je het er niet meer over te hebben. Dan kun je het gewoon, dan is het klaar. Ja, je bent gewoon een nazi. Nou, ik vind dat nou echt een dooddoener. Ja, maar wat ga je daarna nog doen? Ik bedoel, de aantijger die komt nooit met bewijs. Dus je kan daaruit al concluderen dat diegene niet rationeel is. En wat ga jij daar tegen zien? Nee, niet waar. Dat ben ik niet. Ja, ik bedoel, wie gaat daar nou openlijk? Wie zou dat niet zeggen? Je zou eens moeten zeggen als echte nazi's. Als terugkaatsbal zou je moeten zeggen van, definieer nazi voor me. Bijvoorbeeld, ja. Ik denk dat heel veel mensen dan al gewoon gaan stuk lopen, weet je wel. Dat ze al denken van, ja, omdat je racistisch bent, weet je wel. En ze zeggen, oké, dus een zwarte persoon die racistisch is tegen een ander wit persoon, of een zwarte persoon die racistisch is tegen een ander zwart persoon, daar heb je ook genoeg voorbeelden van. Zijn dan ook nazi's, of wat hebben we het dan over? Het is waarschijnlijk een wit racistisch persoon. Ik denk dat heel veel mensen dat identificeren als een wit racistisch persoon, is een nazi. Dat is... Ja, maar betekenissen worden toch ook allemaal hervormd nu? Ja, ik wou net zeggen, zeg maar, als jij zwart bent en je stemt op een rechtse partij, dan ben je gewoon wit. Wat? Ja, dat heeft Joe Biden heeft dat gezegd. Oh ja, if you don't vote for me, you ain't black. Ja, dat klopt, ja. Hij heeft ook vage shit gezegd. Hij heeft ook gezegd van, de white kids aren't that different from the bad kids of zo, of zoiets of zo, weet je wel? Klopt, ja, klopt. Klopt. When I was 13, she was 12. Ja, dat zei hij laatst, ja. Dat was inderdaad ook een merkwaardige opmerking. Hij zei dat in publiek, zeg maar. Ja, gewoon tijdens de toespraak. Ja, ik ben benieuwd of die hele Epstein shit eens een keer fucking gaat. Gewoon dat Biden in één keer zo'n rant krijgt. Yeah, and I was on this island in this little small synagogue fucking this little girl. Huh, where am I? Where's the exit?
Jeffrey Epstein didn't kill himself. Well, I'm going to be killed by Hillary. Het is echt triest om te zien. Het is wel een vaag politiek landschap daar in Amerika. Behoorlijk. Het is wel grappig dat ik bedoel, Trump die loopt dan één keer een beetje moeilijk, loopt hij van zo'n podium af, omdat het naar beneden in een helling loopt. En je hebt 3 weken lang heb je niks anders dan speculatie over de gezondheid van Trump. En die fucking Mogol Biden, die kan nog geen zin aan elkaar praten. En daar hoor je niemand over. Ja, hij heeft een stotter. Ja, flikker de fuck op. Ik ken mensen die stotteren, die praten niet zo slow, niet zo. Nee, dat de mainstream media sowieso heel erg bias is richting één kant van het politieke spectrum. Dat is mag. Dat heeft Trump heel netjes, heel duidelijk blootgelegd. Over de hele fucking wereld ook gewoon, hè? Ja. Over de hele fucking wereld. Ja. Ja, want dat was wel grappig, ja. En ik ben nog steeds een beetje in het verleden allemaal aan elkaar aan het puzzelen, hoor. Want wat dat betreft. Maar want ik ben ook. En ik smak natuurlijk ook veel, dus. Maar ja, fijn. Het was inderdaad, want ik was met die Trump-periode was ik er ook al heel erg in geïnvesteerd. Ik zat er ook heel veel shit te kijken. En ik zag toen inderdaad die partijen die toen gecreëerd waren, helemaal overschuiven in die pandemie, zeg maar. Dat in één keer. Maar het was een mindfuck. Dat inderdaad. Het was toch wel een mindfuck. Het was toch wel een mindfuck. Ik vond het zo grappig dat het was iets van Trumpse pandemie. Het was allemaal Trumpse schuld. Totdat Biden gekozen werd en daar gingen er meerdere mensen dood tijdens de presidentschap van Biden. En toen was er niks aan de hand. Nee, terwijl, als je de Amerika, zeg maar, de tiende amendment in Amerika, dat zegt dat als het niet aan het federale is geschreven, dan valt het onder de staat. En zorg valt daar onder de staat. Dus het enige wat Biden, of wat Trump in principe kon doen voor de bestrijding van die pandemie, is geld vrijmaken voor research of whatever. Project Warp Speed. Ja, nou ja, dat heb je, dat precies. Maar zeg maar, ingrijpen in lokale overheden, dan zou die gouverneur zeggen, flikker jij zelf fijn op, want daar heb je helemaal het mandaat niet voor. Maar daar werd gewoon compleet overheen gekeken. Ja, dat is wel, die staten die hebben op zich best wel veel autonomie wat dat betreft. Het tiende amendement. Ja, dat is letterlijk het tiende amendement. Als het niet specifiek aan aan het federale is gemandateerd, dan valt het onder de staat. Ja, dat is ook aan die Cuomo. Maar dat is bijvoorbeeld ook bij die rellen geweest. Die rellen die in 2020 zoveel hebben opgeleid. Ook na de dood van George Floyd bijvoorbeeld. Dat er op een gegeven moment zeg maar die vragen kwamen van ja, maar Trump die moet gewoon de troepen die kant op sturen. En het daar gewoon helemaal plat leggen om die rellen tegen te gaan. Ja, dat kan helemaal niet, want hij heeft daar helemaal dat mandaat niet voor. Nee. Dat is aan de gouverneur en de mayors van die staten en die steden. Ja, en laatst zat ik die chop nog terug te kijken. Capitol Hill Organized Protest. Die shit in Seattle volgens mij of zo. Chaz en Chop. Ja. Ja, maar die hebben dat toen van naam veranderd, want als je... als je je beweging een autonomous zone gaat noemen, dat betekent dat die gouverneur jou dan als vijandig infiltrant mag zien en het leger dan binnen mag vallen. Ja. Dus toen hebben ze er toch maar die occupied dingen van gemaakt. Ja, organized protest, hebben ze de chop voor gemaakt. Laten we het toch maar even anders noemen, want dan zijn we dadelijk echt een fucking leger op ons dak zetten. Nou ja, ik zat er dus helemaal te kijken, want het is dus die George Floyd is doodgeschoten en of doodgeknield of zo, weet ik veel. Terwijl hij een hoop drugs had en zo, maar voor de rest is hij wel keihard doodgeknield door die agent op tv. En zwart en schuldig wit Amerika die zich daaroverheen buigt, wat zelfs doorcijpelt in de rest van de wereld. George Floyd rellen tijdens het fucking begin van de pandemie. Hè, terwijl ze net een beetje hadden gezegd, oh dan moet je allemaal afstand aan de hand wassen en zo. En toen kreeg je dus in één keer die hele chop shit, weet je wel. Dat heeft iets van een paar maanden geduurd of een maand dik of zo. En mensen waren daar, politie was weg. We dachten, hou je oké, we gaan weg. Iedereen heeft dus alles ondergespreid met shit en tentjes en kampjes, weet je. Gewoon zwart occupy shit. En dat eindigde dus in een schietpartij, waar ook een zwarte jongen weer neer werd geschoten. Het grappige was met die autonomie. Dat was verder niet symbolisch, zeg maar. Dat die ene gozer die neer is geschoten in dat protest, zeg maar. Dat is verder niet symbolisch, weet je wel. Het is ook maar net ook die hele George Floyd shit. Het is ook
dat valt weer onder selectieve verontwaardiging. Er gaan zo fucking veel mensen dood per dag die het niet verdienen of wat van ook, weet je wel. Om dat dan zo uit te zoomen op één persoon en daar een hele politieke movement van te maken. Dat is veel, man. Als je daarop terugkijkt, ziet wat de fuck er allemaal is gebeurd onder het mom van George Floyd. Want zijn mensen hun winkels zijn verloren en zo. Dus volgens mij... Ja, het is nog iets van $3 miljard aan schade en 30 doden. Ja, in Amerika ja, ook voor. Volgens mij in Nederland was het vrij... was het alleen Aquasi die een beetje zijn eigen leven dan moeilijk aan het maken was. Maar... Dan ook nog gebaseerd op iemand die een strafblad heeft en niet zo'n hele goede reputatie. Ja, maar daar kwam er nog eentje tussen. Want tijdens die George Floyd, toen was er nog zo'n voorval... Niet om te zeggen dat iedereen met een strafblad slecht is, maar hij was een drugsgebruikende idioot die mensen overvalde. Je weet niet of hij een idioot is. Hetzelfde was hij hartstikke slim, tot dat moment. Ik denk dat als je slim bent, dat je dat... Nou, ja, oké, misschien gepaard met drugsgebruik. Maar ik denk dat er wel, want op een gegeven moment had je dus dat... In Nederland sijpelde dat dus ook door. En toen had je dus... Ja, en ik ben de tijdlijn een klein beetje kwijt, maar in ieder geval, het was vrij kort na het feit dat we zeg maar allemaal afstand moesten houden en geen protesten. En dat in één keer door de... Bakstenen en dergelijke. Ja, maar dat het in één keer door de vingers gekeken werd, door bijvoorbeeld die van Amsterdam, dat nee, ja, voor dit mag wel geprotesteerd worden. En ik denk dat dat toen ook wel echt dat het bij mensen toen echt helemaal scheef in de kop gegaan is. 25 mei. Gewoon... Was 25 mei was dat, 2020. Toen begon het net een beetje te exploderen en zo, weet je wel. Ja, maar dat... We hebben dus ja, net het is, gehoord... Het is eigenlijk de premise niet... gewoon van... Hey, luister, jullie mogen niet protesteren voor jullie eigen rechten... die jullie als sneeuw voor de zon zien verdwijnen. Maar protesteer maar wel voor deze random gozer in Amerika... die inderdaad onrecht is overkomen. Maar jullie eigen onrecht, fuck die shit, weet je wel. Femke Halsema, dat was het inderdaad, ja. Maar dat is zo snel toen achter elkaar gegaan. En natuurlijk was iedereen een beetje in een staat van... Ja, paniek met alles wat er gebeurde. Ik denk dat het daar echt wel scheef is gegaan bij mensen. En ik denk dat we sowieso de komende 10 jaar nog bezig zijn met te verwerken van wat er de afgelopen 2,5 jaar gebeurd is, hoor. Ja, maar we moeten het wel. Eigenlijk is het, want heel veel mensen hebben er natuurlijk helemaal geen zin in en zo, weet je wel. Maar is het helemaal niet slecht om af en toe echt even goed te reminiscen en te denken van, joh, hoe zat het nou ook alweer? Wat de fuck hebben we allemaal op? Wat is er nou echt precies gebeurd? Ja, wat was inderdaad de tijdlijn? Ja, want gewoon die protest, die selectieve protesten, dat schijnt echt door. Dat is inderdaad die onderdrukking van de coronaprotesten. Dat was gewoon politiek een keuze, weet je wel. Nou ja, misschien omdat dan al die Black Lives Matter mensen, die hadden wel mondkapjes op. En dat werkt natuurlijk enorm goed als je buiten staat en een mondkapje op hebt met een virus en zo. Ja. Dat is ook vanuit de politiek toegestaan. Want Halsema had toen gevraagd aan Rutte om help. Of aan... Ja, maar dat is dus het hele ding. Het is gewoon van dat zo kort achter elkaar... plaatsvond van iedereen afstand, alles erop en eraan. Er gebeurt iets in Amerika. Oh nee, nu niet. Nu heeft dat virus even pauze. Dus toch conditionering tegen mensen zeggen dit mag wel en dat niet. Heeft het er niet mee te maken dat Soros gewoon de boel heeft gesponsord? En die zei vanuit hogerop... Van, ja, ik kan dat niet... Dat weet ik niet. Ik kan dat niet hard maken. Ja, George Floyd ging om mensenrechten, hè? Al die mensen van donkere kleur hier in Nederland... die werden even slecht behandeld toen George Floyd werd gedood of zo. Of dat was het punt. Dat is een leuke dekmantel voor de laag IQ plebs. Ja, maar waarom moet er altijd op een collectivistische manier naar donkere mensen gekeken worden? Ik zie dat gewoon als individuen. Ze hebben allemaal hun eigen mening, hun eigen persoon. En die kunnen gewoon prima voor zichzelf spreken. Die hoeft echt helemaal niet als een collectivistische unit. Ze denken niet allemaal hetzelfde. Hè? Het zijn allemaal individuele eigen mensen. Net als iedereen.
Dus ik vind dat oeverloze geaaien van oh nee, wij beschermen je wel. En nee, strijdvrij. Nee, je hebt zwarte en je hebt witte mensen. Zwarte en witte mensen. Dat is hoe de wereld in elkaar zit. Je hoort bij zwart of je hoort bij wit of je bent een fucking nazi. Ik vind dat zo fucking weird. Je had dat laatst dan ook weer met dat ongehoord Nederland. Dan mag dat woord mag dan niet. Hè? Ik zal het niet zeggen. Wat, ja, nou ja, oké. Okay. Maar dat mag dan niet. Maar dan zijn mensen dus aan het vertellen van nee, je moet zwarte zeggen. Terwijl toen ik jong was en je zou dan zwarte zeggen tegen iemand en dan had je gewoon ruzie. Ja, dat was inderdaad beledigend inderdaad. Dat was het gewoon vechten. Dus ik kan het gewoon, ik kan me daar gewoon echt niet. Ik kan het niet meer bijbenen. Maar. Nee, maar het is opzettelijk het reduceren van mensen naar zwart en wit. Hè? Het is letterlijk niet meer dualistisch als dat je het kan maken, terwijl alles zoveel meer complex is als dat. Ja, het slaat zo naar. Het slaat ik me nergens op. En anders zegt. Anders kan ik me ook gewoon identificeren. Ik wil dat ook niet. Ik wil echt niet dat iemand mij dat opdringt. Om mensen zo te zien. Ben jij geen witte cis man dan? Ik doe dat niet. Ben jij geen witte cis man die zich die seks heeft met andere vrouwen? Cis vrouwen? Ja, ik ben wat het beschrijft, maar de terminologie, het kapen van mijn vocabulaire op die manier, vind ik werkelijk waar, dat vind ik zo kut, dat vind ik zo walgelijk. Ik identificeer me als een bruh en ik wil aangesproken met bro of bruh. Ja, het is gewoon verdeel en heers weer. Ja, en ik doe daar niet aan mee. Ik vind het zo'n nare ideologie, rot op. Iedereen is een individu. En je behandelt iemand op basis van zijn individuele... Ik heb niet heel veel keus. Er zit zoveel geld en macht achter om dit door te drukken. Klopt. Dan zullen ze mij wel tegen de muur zetten over een paar jaar. Als een dissident. Nou, dat is dan maar zo. Dat is wel een knaller van een einde. En wat ook een knaller is van een einde, is dit gesprek over wokisme. Wat ik af wil sluiten met Het Verzet. En een leuk nummertje over Femke Halsema. Ik hou het heel erg dicht op elkaar. Dansen. En dan ga ik even pissen. Ik hou het hele nacht door. Gezegd dat wij escalatie willen. Het Verzet, mensen. Is goede shit. Wat vinden jullie ervan in de Discord? Is dit acceptabele muziek of gaan jullie daar niet zo hard op?
hebben de Discord al verlaten inmiddels. Kan ik me ook voorstellen. Oh, ja, tuurlijk. Wacht even. Ik heb natuurlijk de Discord uitstaan. Praat nog eens een keer. Oh, op een feestje kan ik dit best wel hebben. Ah, ja, ja. Ja, het is niet geen feestje momenteel natuurlijk, hè? Nee, maar... Het is altijd een feestje om hier te zijn, toch? Ik vind het een feestje. Ik super erg van Mickey gejat allemaal. Ik kijk de laatste tijd al vaker zijn show en dan doet hij dat vaker in zijn show. Dus ja. Nou, laatste stukje Viva Valentine. Ik vind het een zware aflevering. Ik kan mijn aandacht er niet echt bij houden. Oh. Nou, het leven is soms zwaar. Ja, dat is wel. Ik krijg vooral ook zeg maar weer de savviness op social media. Dat ik van, hier zou ook wel weer iets achter kunnen zitten. Maar ik bedoel, dat zit er sowieso. Ik weet zeker dat er hele afdelingen van de CIA en van de Mossad gespecialiseerd zijn in het ondermijnen van Iraanse... Ja, maar inderdaad, ja. Maar ook dat. En dus ik weet zeker dat op het moment dat het losgaat, dan gaat er ook... Het verbaast me dat de opstandelingen nog niet heel veel wapens hebben. Daan, opeens, die de suggestie. En wie wat? De Haan doet een suggestie. De Haan, check mijn voorproefvideo anders. Hij zei net wel iets, dat hij had iets meegemaakt of zo. Er was iets, ik zag het net toevallig even. Ja, ik weet niet, ik wil niet zijn privéleven te veel blootleggen, maar als ik het dan toch... want hij heeft me inderdaad al wel een kleine inzage gegeven in zekere openbaringen die hij heeft meegemaakt. Maar ik ben wel benieuwd, ik wil even... Ik weet niet. Ik heb ook geen idee. Dus, ik weet dat het iets te maken heeft met zekere drugs. De Haan. Typen we dan in. En dan zijn we. Review, Viva Valentine. Ik kon mijn aandacht er niet helemaal bij houden. Maar wat dan? Dus deze... Ik weet niet, ik vond het niet boeiend. Ik vond het niet interessant. Het omvat eigenlijk niks. Het is allemaal suggestie. En we weten ook nog niks. Dus... Wat Viva Valentine? Dat volgend jaar er wat, of volgende week wat meer informatie is. Maar... Viva Valentine bedoel je? Ja. Oh, zit je nou te excuseren dat we doorgaan naar de Haan? Nou ja, het is een review, dus ik denk ik geef nog even... Ja, jij wil niet weten, ik ben reviews afgesloten met allemaal meuk. Het draait uiteindelijk allemaal om ons, jongens, weet je wel. Wij zijn gewoon de crew, de Viva Valentine crew. En dan... ja, dat klopt. Het is niet allemaal... Ik probeer er, ja, nee, oké. Ik moet je niet schuldig voelen. Maar... Sorry. Ik probeer rond het einde aan te draaien. Het lukt er niet. Nee, het lukt er niet. Kom, we gaan nog even wat daaraan kijken. Ja, ik ben benieuwd. De mensen. Ik heb nou toch een verhaal voor je. Daar heb je nog nooit van gehoord. Kan ik je verzekeren. Wat ik heb meegemaakt is waanzinnig. En om je een klein... voorproefje te geven wat ik eigenlijk precies bedoel. Beste mensen, dit is Paul Stanley. Hij is gruwelijk, hij is ook van de schimmels en shit. Dat hoedje wat hij op heeft, dat is ook heel vlambaar, omdat het gemaakt is van natuurlijke producten. Dat weet ik toevallig. Emmits, de wereldwijd gerenommeerde autoriteit op het gebied van onderzoek naar de wereld van de schimmels. Dus dit is ook onderzoek en onder andere de wereld van de paddenstoelen en dergelijke. De man is zo beroemd dat hij zelfs... He, of hij een paddenstoel op zijn hoofd heeft. Hij heeft een grote paddenstoel op zijn hoofd. Ik denk dat hij daar wel een paddenstoel op kan kweken op wat hij op zijn hoofd heeft. Zeker. Een beetje vochtig maken. Ja. Een volledig Star Trek karakter naar hem is vernoemd en wat zijn onderzoek ook belichaamt in de serie. Dat meen je niet. Maar daarover in de volledige reportage uitgebreid meer. But if you look at the multiverse, and I've had one or two in particular multiverse experiences where time and reality has changed in a way that I cannot explain. So what do you mean? It's so incredibly profound that I still cannot wrap my mind around it. And these are psilocybin experiences? Psilocybin experience. So I think the psilocybin experience might be a one portal, and now I'm going to sound like Terrence McKenna. Klein idee, Chris, als je nou eens een keer je fucking Discord shit aan de gang krijgt, dan kan je vertellen over je ervaring en shit. Entering into the multiverse in different realities. And I've had one experience in particular that is just unfathomable to me.
I don't know how to explain it. Give it a shot. Okay, I'll give it a shot. You've already blown my mind. Wat zei jij wat? Je kunt hem ook gewoon bellen en de microfoon aanzetten. Ja, dat is niet onmogelijk. Chris, zal ik je bellen? Als je wil dat ik je bel, dan zeg het in de chat. Kijk nog even een stukje verder op mijn video. 50 times today. I found a way to Wonderland. Better believe it. Ik ben tot een zeer, zeer diepzinnige inzicht gekomen. Het is echt next level. Mind blown. Ik ben compleet, compleet onder de indruk gewoon van wat ik heb meegemaakt of aanschouwd. And I've had one experience in particular that is just unfathomable to me. I don't know how to explain it. Binnenkort meer van dit soort waarschijnlijk dus. Tot snel. Oké, okay. Nou, Chris die zei bel maar. Dus dan gaan we even bellen. Ik weet niet, of doe ik nog video delen? Nee, niet, ik wil gewoon luidspreker. Oké, okay, ja, daar zijn we. Daar. Hey, yo, yo, ik ben er. Yo, yo, yo. Yo, lekker met jou? Jij bent bezig geweest? Ik ben aan het kijken met jou podcast, zeg maar. Ik zie het. Ja, want heb je zin om over je... Mag ik zeggen wat je gebruikt hebt, of niet? Ja, je mag van mij al zeggen, je weet er niet eens hoeveel, maar om het even een beetje in context te plaatsen, ik heb dit heel bewust gedaan, juist voor die innerlijke reis, en om dus tot diepere inzichten te komen, en my goodness, wat heb ik gekregen wat ik wou, my goodness. Ja, want even voor de mensen, je hebt even een goede LSD-trip gedaan, zeg maar. Ja, nee, niet zomaar, ik heb bewust een overdosis genomen, en daarnaast heb ik me volledig afgesloten van alle zintuigelijke prikkels. Dus ik ben in een donkere kamer, in mijn eentje, geen geluid, geen beeld, niks. Toen ben ik vervolgens een guided meditation gaan doen naar binnen toe. Ik zweer het je. En toen, ik zweer het nou, hè. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Ik ben wat gewend, hè. Okay. Om een kleine indicatie te geven, dat speelt nu normaal 6 tot 9 of 6 tot 12 uur zelfs. Hè. Ik heb het gisteravond, heb ik het om 11:30 genomen. Dat is nu al bijna 24 uur geleden. En ik heb een overdosis genomen, bewust, en daarna gekeken wat er gebeurt, toch? Ik zweer het je, ik ben nu dus bijna 24 uur verder en ik zie nog steeds fucking wazig uit mijn ogen. En ik ben echt al een tijdje weer terug op aarde, maar ik was echt van de planeet, ouwe. En ik heb vet bijzondere, diepzinnige dingen meegemaakt. Maar heb je het vloeibaar of zo? Sorry? Had je het vloeibaar? Die gozer van wie ik het had, die had het echt gewoon letterlijk net opgehaald bij zijn mannetje of zo, weet je wat. En ik zei tegen hem, ik zei mij een paar extra, want ik wil het dan met iemand samen doen of zo. Dat is veel leuker, hè. Maar dat is de sleutel, je moet het in je eentje doen. Want anders ben je eigenlijk afgeleid en blijf je in de dagelijkse realiteit. Ik ging dus op mijn kamer zitten, gewoon in mijn bed liggen. Ik zweer het, mijn fantasiewereld werd letterlijk mijn gecreëerde realiteit. Ik stap letterlijk de droomwereld binnen. Nou, ik heb dit nog nooit meegemaakt. En ik had vaker LSD gebruikt, hè. Maar niet op deze manier, hoor. Klinkt dus een beetje een soort van organische metaverse. Ik ben letterlijk naar Alice in Wonderland shit gegaan. En ik zou je zeggen, en ik heb zo'n bijzondere ervaring gehad. En ook zoveel informatie daarvan gekregen. En zoveel ben ik gaan begrijpen. Ik begrijp alles. Ik ben met de bron van de creatie geweest, ouwe. Heb je entiteiten gezien? Wat? Man, ik kreeg een rondleiding. Ik heb urenlang heb ik real-time in mijn droomwereld rondgewandeld. En ik kon alles vragen. Ik werd aan de hand meegenomen. Aan wie kon je alles vragen? Ik was met het hoge bewustzijn, zeg maar. Ik weet van de innerlijke stem. Hoe zag hij eruit? Dat is nu nog voor mij onmogelijk om te omschrijven. Hoor. Maar het was. Een klein voorbeeld. Op een gegeven moment, ik kan me herinneren dat ik letterlijk op een gegeven moment gewoon een soort mechanisch, wat is het nou, een soort, weet je wel, zo'n mega man, hoe noem je dat, die ene film, die ene Marvel film is dat, die helemaal in het een of andere robot pak. Iron Man. Iron Man. Zo'n pak had ik aanhouden,
En ik zweer het, ik kon ook helemaal dat ding bedienen met werk van met mijn lichaam. Ze legde me ook uit hoe het werkt en hoe dus ook de realiteit gecreëerd wordt. Ik heb ook dus gezien hoe het dus inderdaad dat hele keer dat je hebt dus een soort, ja, dat heet. Het is een soort algoritme dat laat een hele rare soort vorm achter. Dat is een vorm die elke keer het heet diafragma, nee, het heet. Ik weet het Maldenborn of zo, of iets. Mandelbrot. Mandelbrot. Wij zijn er. Ik ben zeg maar buiten die koepel, die ik altijd zeg waar ik mee leef. Ik ben daar buiten geweest. Ik heb dus de echte onderliggende wereld. En weet je, daarom laat ik ook die Paul Stamets zien. Want dat hij, het is op datzelfde gebied met die actieve stof, is de meest vooraanstaande onderzoeker. En ja, je moet voorstellen dat die schimmels waar die shit uit voortkomt, hè, dat zit overal in de hele wereld. 4, 5, 6 meter, overal waar je kan lopen met grond, is dat helemaal bezeten met al die draden van die schimmels. Het is het communicatienetwerk van de natuur, waar jij ook onderdeel van bent, maar we helemaal gedisconnected zijn. Maar als je die shit neemt, in de juiste context ook probeert. Bij te blijven in een way, maar ook jezelf, dat gaan we maken. Daar ga ik hem uitleggen nog. Maar ik ben zo ongelooflijk diep gegaan en daar ver voorbij houden. Nice. Ik ben ook echt gewoon zieke krankzinnig geworden. Ik heb echt mezelf echt in de realiteit moeten terugbouwen gewoon houden. Het is echt vette fuck shit, houden. En hoe voel je dat nu? Hoe voel je nu op zich? Of het algemeen? Ik voelde de hele tijd voelde ik me vet veilig. Het was letterlijk gewoon alsof ik gewoon in mijn droomwereld stapte. En gewoon bewust kon kijken wat hier aan de gang was. Je slaapt 40% van je leven. 40% ben je enigszins bewust in een soort andere overtuigende realiteit zit. Ik zat in de droomwereld. Ik kon letterlijk mijn wereld creëren. Het was een lucide droom. 5, 6 uur lang achter elkaar. Het was waanzinnig, ouwe. Het was waanzinnig. Ik heb alles gevraagd aan het hogere bewustzijn. Hij heeft alles laten zien. Wij zijn in een hogere dimensie. Zijn wij ook zo'n schimmel? Het is een soort. Weet je, dus een schimmelstructuur. Het is een ongelooflijk. Ja, dat kunnen wij, het is een hogere dimensie. We kunnen het niet echt voorstellen. Maar het hele schimmelstructuur zoals die op aarde bestaat. Het creëert dus überhaupt dus al die verschillende paddenstoelen of schimmels. Of al die actieve stoffen. Die uiteindelijk jou dan weer connecten. Dit is wat de dieren ook zien. Hè? Dit is ook wat, dus hoe de natuur met elkaar communiceert. En ik ben daar onderdeel van geweest eventjes. Ik werd letterlijk één met de complete wereld. Ik zat overal in, ik kon alles horen, alles zien. Dat is echt waanzinnig. Oké, dan stel, hè, prima, eventjes kort onder de streep. Dan ben ik natuurlijk helemaal van de kaart en van de wereld geweest. Ik ben me bewust dat ik drugs heb gebruikt. Hè, dat moment. Je hebt daar gewoon ergens in een hoekje liggen wegkwijnen, zeg maar. Het is gewoon een drugspace. Ik kan ook gewoon zeggen, het is een drugspace. Maar ik kan je dit vertellen. Als het bewustzijn in staat is om deze ervaring te hebben, al is het van fucking drugs, dan moet iedereen dit weten, want ik was niet meer op deze planeet, ouwe. Ja, het leuke is dat je dat soort shit inderdaad met DMT ook allemaal kan bereiken, weet je wel. Allemaal van die zieke shit. En dat is nou net het stofje wat wordt aangemaakt als je voor het laatst doodgaat, zeg maar. Dat heb ik. Nou, weet je, ik heb een vraag. Ik heb de gekste dingen. Maar gewoon, dat DMT heb ik ook wel eens gedaan, maar ik heb ook wel eens vaker LSD gedaan. Maar dit was next level. Ik heb dus 2, 3 zegels in één keer. En dan gewoon met je capuchon in het donker gaan zitten in je slaapkamer. Dan weet je helemaal gek. Je bent ook echt een wilde man, jij, hè? Voor mij die krankzinnigheid. Ja, fucking diep zonder. Jij doet niet aan compromissen, jij. Hey, het was all or nothing. En ik zweer het, ouwe, ik was niks meer van me over. Maar het was zo vet. Maar weet je, het is ook echt knul op genoeg geweest. Toch? Ik ben nog steeds aan het bijkomen. Dus ik ben al 18 uur terug. Hoe laat heb je het genomen? Nou, ik heb het gisteravond om 11:30 genomen. Of zoiets. En toen was ik op een gegeven moment. Toen was ik om 12:30. Toen begon ik op een gegeven moment echt alleen nog maar. Van die tekeningen op tv te zien. Weet je, ik was iets van vorm van democratie te kijken. Die gasten werden gewoon tekenfilmfiguurtjes en alles. Ik heb van één zegel. Ik heb van één zegel wel eens 2 dagen getript, inderdaad. En dan heb ik, bedoel ik echt, ik bedoel dan echt 12 uur hard en dan 12 uur echt zware uitfase, zeg maar. Maar shit bleef hangen nog. Ik denk echt wel dat jij nog de halve week aan het trippen bent. Zeg maar. Ik ben vandaag. Ik kan nog steeds niet eens een fatsoenlijk tv kijken. Gewoon. Maar dat maakt niet uit. Ik hoop niet dat je afspraken hebt. Na een uur dacht ik, ik kon bijna geen tv meer kijken. En ik vond het allemaal wel leuk natuurlijk wat je ziet. Maar ik zei dat de hele tijd tegen mezelf. Je moet naar boven gaan, je moet gewoon in bed gaan liggen. En dan blablabla, let me do the rest of zo.
Dan heb ik gewoon een guided meditation. Dan heb ik gewoon random opgezet. Hè? Dat, als je het op die manier fixt. Ik heb altijd hetgeen wat ik moet hebben. Dan op de een of andere manier. Zonder grap. Ik zie natuurlijk niks om me heen. Ik hoor geen geluid. Maar ik zet die guided meditation op. Het was iets van Eric Dubé. Spiritual Sciences of zo. En het was ook zo vet. Het ging over dus. Het was de Magic of the Cathedrals. Weet je wel? Of dus over Phil Connelly. Oftewel, dus de magie en de wetenschap achter die vage constructies. Okay. En blablabla, toch? Van al die kathedralen. Hey, dat kan letterlijk dat leven in mijn kamer houden, in mijn wereld. En toen begon de reis. Nou, ik vind het inderdaad dus de eindzoek wel letterlijk. Denk je dat de oude vrijmetselaars en de mensen die die kathedraal hebben gebouwd ook keihard aan het trippen waren? Hier heb ik nog iets gruwelijks van. Wat denk je? Nou weet ik natuurlijk dat mijn mind is playing tricks on me, hè? Maar je moet voorstellen, alles is toch een verborgen kennis. Net zoals de oude Egyptische dingen, dat is allemaal verborgen. De hidden knowledge, occulte, blablabla. Allemaal verstopt achter allerlei moeilijkheden en allemaal achter rituelen. En er zijn ook bijvoorbeeld die shamanen in die bossen, de allerhoogste gasten die uiteindelijk met vier Sasuki uiteindelijk allerlei wijsheden komen. Van een boombast, hè? Van een boomschors uitkoken. En dan gaan ze snoeihard op, gaan ze op shit. Ik heb letterlijk gewoon daaraan voorbij. Ik heb echt zo'n ongelofelijke multidose. Ik was gewoon comateus volgens mij voor de buiten. Ja, je hebt gewoon ergens liggen wegkwijnen en schuimbek en zo. Ja, ik was gewoon in bed aan het liggen. Alleen ik had natuurlijk, ik weet niet, misschien omdat God het nou. Ik had vlak voor wat ik erboven ging, had ik nog een stuk spijskoek shit had ik gegeten. Dat kan ik niet tegen. Dus ik had vette lasten lagen. Ik kon ook een ander bewegen, weet je. Ja, het is sowieso niet heel chill voor je maag of zo, LSD en shit. Wanneer heb je die spijskoek gegeten dan? Dat is gisteren geweest en zo, of niet? Ja, dat was een uur daarvoor weer of zo. Maar als ik dan eenmaal ga liggen, dan krijg ik een last van maagzuur shit. Maar ja, goed. Dus heb je sindsdien wel wat gegeten dan? Ja, man, ik heb de hele dag te lopen vreden, man. Ik ben alweer helemaal helder. Ik ben weer helder genoeg dat ik heb zelfs een filmpje kunnen monteren alweer. Maar ik was echt ja, maar ik heb gezien, completely wasted, nou. En ik ben echt wat gewend, hè. En ik ben wel eens 7, 8 dagen of 9 dagen wakker geweest. Ja, dat geloof ik wel. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. En weet je, dus ik ging dat een beetje opzoeken, weet je. Met die Terrence McKenna en al die gasten. En hun hebben het zelf, hè. Dat is helemaal die hele hippie movement. Wat ik heb bereikt, dat is dat een of andere Nirvana-dal van ze. Ze willen al die LSD-trips willen dat bereiken. Op de een of andere manier. Het is een of andere ultieme combinatie. Maar ik begrijp ook de combinatie, zeg maar, hoe je dus jezelf in stand houdt. En niet compleet krankzinnig wordt. Als je dus zo'n overdosis neemt. Dat gewoon trouwens, don't try this at home. Want echt, het is compleet onverantwoord. Niet dat ik weet wat ik doe of zo. Maar dat was misschien. Let me do. Doe dit niet. Doe dit niet thuis. Doe dit niet. Maar omdat ik het al heb gedaan, dan kan ik je vertellen dat. Nou, dat ga ik je dus vertellen. Het is letterlijk gewoon Alice in Wonderland. En ik zweer je, Wonderland is fucking echt. Met de elfen en zo, interdimensionale elfen en shit? Ja, ik was de wereld, ik noem het, het ging zoveel verder en op een gegeven moment ging ik daaraan voorbij nog weer, dus buiten die dimensie. Ik ben helemaal, zeg maar. Ik heb ook helemaal leren begrijpen hoe dus men naar onze dimensie kijkt vanuit een dimensie hoger. Dus wat zijn wij voor wezens in de dimensie hierboven? Dat heb ik ervaren en dat is fucking lijp shit, nou. Zeg maar, een wereld waar dan zelfs de interdimensionale elfen die je daar ontmoet staan van te kijken van, huh, wat de fuck is hier dan weer gaande? Ja, maar ik voorstel, weet je wat, in de wereld hierboven zijn wij bewuste creators, hè? Oftewel, dan hebben wij een complete toverwereld om ons heen. In die toverwereld, daar heb ik gewoon letterlijk eventjes lang genoeg tijd in mee kunnen draaien. Ik heb eerder DMT gedaan, dan was je dus een kwartier lang eventjes bewust van die gekke realiteit. Wat is dit nou? Je begrijpt er niks van. Maar nu zat ik dus helemaal. Die gozer kwam aan mijn deur. Het was ook een beetje. Ik praat de hele dag in mijn hoofd. Maar dus het komt niks komt niet zomaar op mijn pad. Hè. Dus die gozer die noemt het zijlinks. Dus het ligt in één keer bij me. En toen had ik ook echt zo'n overleg met mijn hoger bewustzijn. Moet ik dit nou gaan doen, dit spul? Moet ik nou inderdaad. Moet ik dit roekeloos nou gaan nemen? Toen zei mijn hoofd echt van ja. Dus oké, prima. Weet je, ik ga dat gewoon doen dan. Ik doe alles wat met het hoger bewustzijn me ingeeft sinds ik dus wakker ben geraakt. Want ik heb namelijk vet rare spirituele gruwelijke dingen meegemaakt sinds ik ben gaan luisteren naar mijn hart, zeg maar. En ben gaan begrijpen waar dat vandaan komt. En dit is dus een gateway om even te laten zien hoe dus de wereld eruit ziet voorbij onze normale perceptie.
En wij zien het maar een heel klein gedeelte van de realiteit. Ik weet niet wat dat betekent, ouwe. Oh, en dit vind jij leuk. Zijn eerste dit, die vind ik zo interessant. Ik ben altijd op zoek naar dit soort wazige gruwelen. Ik had laatst ook een tijdje. Op een gegeven moment had ik gewoon twee, drie keer naar die shit ketamine gehaald. Want ik had namelijk ook gelezen dat daar kon je ook in een keel van raken, toch? Nee, en ik denk dat is ook een beetje. Wacht even. Hier. Want ik zat te denken, jij zei naar de toverwereld, weet je wel. Ik denk, waar komt dat vandaan, tover, weet je? Maar dat komt schijnbaar uit het Oud-Fries. Tever. Natuurlijk. Ja, klopt. De tovenaar. Jongen, en ik zou, oh, daar hadden we het over. Ja, over heb je nog iets van een oude verborgen hand? Wat nou gezien? Zonder grap, hè? Nou, moet je voorstellen. Ik zeg toch altijd, in die VOC-tijd, toch sinds de jaren 1600, hebben ze toch, was alles al een monopolie. Zeker ook de kruiden die we deden. Hè? Dus de cocaïne en de wiet, alles is verdeeld. Of, alles is de monopolie. Allemaal Nederlanders, prima. Maar het was dus ook een wereldwijde handel. En ze hebben bijvoorbeeld opium ingezet om allerlei staten of landen compleet afhankelijk te maken. Goed, het zal allemaal wel, weet je. Natuurlijk heeft... Wij zaten sowieso ook achter die China-meuk, toch? Met die opiumoorlog. Want dat wordt op de Engelsen gegooid, maar dat waren sowieso Hollanders. Het kan niet anders. Ik heb zoiets ongelooflijks, gruwelijks, echts meegemaakt. Hè. Echt? Ik weet dat het een trip is. Maar dit is... Weet je, ik breek heel erg, Finn. Ik ga er vandoor. Ik ben naar bed. Later. Sorry, we gaan even deur zeggen tegen Strijkspray. Fijne avond. Uiteraard, man. Tot de volgende. Het is toch gestoord, Audi? Normaal, ik ben niet zo natuurlijk dat ik lekker de gestoorde drugsacties doe en dat lekker op het internet ga gebrallen. Maar dit is echt in the name of science. Nee, even serieus. Ik heb dit opgezocht en ik vond het al vet interessant. En dit komt nog bijna nooit op mijn pad. Dus, en ik wou dit gewoon doen ook gewoon. Als ik het zeg, laatst met die ketamine en al die shit. Nou, dat heb ik ook een paar keer gedaan. Maar weet je, dan word ik ook, ik vind het spul, ik wil niet spelen. Ik wil gewoon alleen maar die buitenzintuigelijke ervaring of zo. En dan diepzinnig nadenken. Nou, weet je, ik zweer het, de gekste dingen. De gekste dingen heb ik beseft. Het is zo mooi, ouwe. Het was zo mooi om te ervaren gewoon. Bizar. Lijp je shit, ouwe. Hey, ik denk dat we hebben een kwartier lang. Zeg maar. We hebben denk ik een goede geste van hoe je erin staat. En dat jij gaat de komende tijd met lijpe shit komen, volgens mij. Ik heb zoveel te vertellen nog. Want ik heb namelijk echt een hele bijzondere boodschap wel begrepen, weet je, zeg maar. En hoe het hier nou werkelijk allemaal shit. Nou, dan moet je allemaal even bewaren voor je eigen kanaal. Of je moet hier godverdomme langskomen. Ik ben bezig, dat ga ik dus allemaal verwoorden. Dat gaat hopelijk morgen komen. Dan. Is cool, ouwe. Lijpe shit, nou. Don't try this at home. Je bent wel lekker bezig. Ja, ik ga lekker slapen nou, maar eindelijk. Heel goed, dat is heel goed. Slapen is goed. Rustig, yo, later, ouwe. Eind. De Haan. En in het kader van dat hij echt shit heeft meegemaakt, wil ik toch even deze laten zien. En dan ga ik rustig werken richting een einde. We gaan nog eerst even de chat behandelen, de poll sluiten. En ik weet niet, zit er nog überhaupt iemand in de Discord? Want iedereen is hem gebeeld als een motherfucker, volgens mij. Strijkspray zegt van, ja, ik kan er van doen. En ik hoor blum. Even kijken. Ik ga gewoon even kijken. Oh, alleen Ewout is nog aanwezig. Ewout, altijd loyaal. Geniaal. Heb je iets nog aan toe te voegen aan deze Haan-experience? Ik heb geen ervaring met drugs. Helemaal niet, nee? Wel grappig. Oké. Okay. Ja, nou ja, ik kan me wel vinden in wat hij zegt, weet je wel. Zo ervaar ik de meeste dingen ook wel in het leven. Raar genoeg. Maar het is wat het is. Even kijken. Ja, ik wil even deze toch wel heel even erbij pakken. He threw gasoline in my face. Pouring gasoline in my face is a terrorist act and it's attempted murder. Yeah. Because you can die if they light it and it ignites your body. So that's attempted murder. And it gave me probable cause under the Second Amendment of the Constitution of the United States to protect myself and stand my ground. And they stood back to let me chop his head off. So how did that story end, man? What'd you guys end up doing? We ended up apologizing in the end. You better respect your elders. You know what's up?
I'm ready to go box you anyway, because you done boxed everybody around here but me. You come on and try to get the champ. Now you're a number one contender. Come try to get the champ and see what happens. She offered to what? Give me fellatio, homie, for a cigarette. Whoa. I don't know. I don't usually do that. Yeah. But she act like she was desperate for some penis, man. You think there's any message, something you've learned out here in the streets that might be useful for somebody watching this? Yeah, be real. Yeah. Even snel afsluiten voordat ik allerlei recht aan mijn broek krijg hier, maar... ja man, Skid Row, shit's real. Dat is wel een tijdje geleden hoor. Maar ik bedoel, wat ik meer wil zeggen van... zo gaat Nederland er ook uitzien als we zo doorgaan. Dat het liberale gedoe. Het duurt nog wel 15 tot 20 jaar. Ja, het sluipt er heel erg in, hè. Dat is jammer, hè. Eerst in een jaar staat er één tentje en dan een jaar erop staan er vier tentjes. En dan ben je er al een beetje aan gewend. Dan denk van, nou, hè? Vier tentjes kan nog wel. Het jaar erop staan er acht tentjes. Dan denk je, oh, dan begint het wel een beetje veel te worden. Hè? Dan staan er in een jaar erop 16 tentjes. Dan worden het 32 tentjes. Voor je het weet heb je fucking 64 en 128 tentjes. En het volgt zo een hele nice curve, zo. Totdat je alleen nog maar een hele planeet vol hebt met tentjes. 52 stappen. 52 stappen schaakbord. Hoe noemen we dit ook alweer? Exponentieel. En dan ligt de hele fucking aarde vol met rijst. Weet je dat, wist je dat, Ewout? Wat? Met rijst? Met rijst, ja. Ken je die anekdote niet? Of analogie, of ik weet niet precies hoe je het wil noemen. Om zeg maar exponentiële waarden zeg maar, wat meer inzichtelijk te maken? Nee. Ja, ik ga jullie een verhaal vertellen. En als deels statisticus, als in ik heb een semester statistiek gevolgd tijdens mijn online marketingopleiding, maar voor de rest, ik kijk veel naar lijntjes en shit. Maar om echt exponentiële waarden goed te begrijpen, moet je de kracht ervan te begrijpen. En die kracht is heel sterk. En dat was ook tijdens die pandemie waar heel veel mensen doorheen gepalmd werden. Maar, dus je moet het ook niet laten misleiden, want de exponentiële waarde kan ook exponentieel afnemen. Maar als je dat gaande weet te houden, dan is exponentiële waarde heel krachtig. Bijvoorbeeld, er komt een gozer bij de koning. En die zegt van, en die heeft, weet ik veel, zijn dochter gered of zo. En de koning zegt, ik geef jou 100.000 kilo rijst. En hij zegt, nee, ik wil... dat jij een rijstkorrel een rijstkorrel geeft exponentieel 52 keer in, ik weet niet, ik leg het helemaal verkeerd uit. Wat het punt is, fucking, je hebt een dambord, dan heb je 52 fucking vlakken en wat erop neerkomt is, je legt een rijstkorrel op de eerste neer, dan is het 1 en dan 2 en dan 4 en dan 8 en dan 16 en dan 32 en dan 64 en dan 128 en dan 256 en dan zitten we dan 512 en dan 1000 nog wat, et cetera, et cetera. In ieder geval, het neemt erg veel toe. In 52... Zoals de schulden bij de ECB, ja. Ja, in 52 stappen, een dambord vol, als jij begint met één rijstkorrel op de eerste, als je dus exponentieel elk dambord, vlak wat je verder bent, een exponentieel nummer verder moet gaan, dan ben je aan het eind van het dambord... ben je met zoveel rijstkorrels fucking bezig... dat je de hele aarde kan bedekken onder rijstkorrels. Dus het verhaal is iets van... nee, ik wil exponentiële waarde aan rijst aan de hand van een dambord, zeg maar. En dan heeft hij oneindig veel rijst. En dan is het, ha, dat is de grap. Ik kan me die analogie niet goed herinneren. Maar het is iets met gewoon... weet je wel, als je dus inderdaad begint op een dambord... je hebt 52 vlakken. 52 stappen heeft het maar nodig om van één rijstkorrel... een hoeveelheid te maken waar de hele fucking planeet mee kan bedekken. Dat is zeg maar de hele analogie van het dambord. Je moet maar gewoon opzoeken. Dambord, analogie, rijst. Exponentiële waarde. Dan kan je het opzoeken. Ben jij ergens wijzer van geworden, Ewout? Wat ik net helemaal heb uitgekraamd? Of is het echt de meest waardeloze content die door mij geproduceerd is afgelopen jaar? Volgens mij had je het over een piramidespel. Nee, dat is wat ik er dan mee in lees. Wat? Nou, heb ik vrij abstracte content hier geproduceerd. Het is multi-interpretabel. Lees wat je wil in deze reeks van woorden die ik uit heb gekraamd.
Ja, zullen we dan nog maar even het laatste stukje doen van Viva Valentine? Dat is wel toch een risico. Vervolgens Rusland, die weaponized olie en gas en energietoevoer. Die zegt van, nu ga je dan maar lekker in roebels betalen. Als jullie met dollars afpakken, dan ga je maar roebels betalen. Het escaleert gewoon de hele tijd. En nu is die pijplijn opgeblazen. Weet ik veel, zometeen blaast Rusland de energietoevoer in... Nou, in ieder geval, tactical nuke warfare. Wat vind jij ervan, Ewout? Gaan we een tactical nuke false flag warfare shit krijgen? Is dat waar we heen gaan? Want Amerika zit wel... Daar leeft wel 20, 30 jaar in. Ja, oké, maar Amerika zit nu wel, zeg maar, het inzetten van nucleaire wapens behoorlijk... te verheerlijken. Ik weet niet of ik dat verheerlijken moet noemen. Weet je wel, ze zijn wel echt angstporno aan het draaien als een motherfucker. En jij dat meegekregen? Nou, ik denk niet dat ze daadwerkelijk zo dom zijn om overal nukes te gaan laten exploderen. Nee, maar een tactical nuke. Weet je wel. Zo van de Donbass die is nu dan, die heeft die referendum gewonnen. Eh? En dan is het nou officieel terroristengebied of zo. En dan kennen ze gewoon die shit nuke als een motherfucker. Zowel Rusland als Amerika. Ja, het zou niet de eerste keer zijn. Nee, maar ook gewoon wettelijk gezien volgens NATO-boekjes en al dat soort onzin, weet je wel. Als het zo meteen kunnen ze het allemaal gewoon nuken. Onder het mom van, ja, het is nieuwe technologie, jongen. Shit, het is vers. Het is niet te superveel radiatie. En dan hebben we allemaal niet meer zoveel voedsel uit Oekraïne. En dan kan de Great Reset eindelijk eens een keer, godverdomme, fatsoenlijk beginnen. Want het schiet ook allemaal niet op, hè. Iedereen had gewoon nog voedsel. En zo. En het water is enigszins transparant. Toch? Of sta je er anders aan? Ja, nog 7 jaar wachten. Ja, nou ja. Maar je gaat toch niet 7 jaar lang kijken hoe iets de shit in drijft? Op een gegeven moment dan ga je toch... Je kent toch gewoon... Weet je hoe lang het is om een dag te kijken naar iets... Hoe iets de shit in drijft? Op een gegeven moment duurt het toch ook te lang, of niet dan? Zou je zeggen? Ja, wij als slaven kunnen niks aan doen. En dan heet dat dan over ons twee? Ja, nou, iedereen. Oké. Okay. Iedereen die deze stream kijkt, iedereen in Nederland. Maar doen mensen die deze stream kijken, doen die al niet iets? Nou, dit is weinig wat je qua verandering nog teweeg kan brengen om deze trein te laten stoppen. Kan je niet massaal voor Bitcoin gaan? Gewoon massaal. Gewoon iedereen die zegt, oké, nu gaan we gewoon Bitcoin, fuck it. Gewoon niet naar de ECB luisteren, niet naar de politie luisteren. Gewoon iedereen accepteert overal Bitcoin en doet zo snel mogelijk al zijn euro's naar Bitcoin verkopen. Nog voordat de elite het kunnen doen. Snel allemaal verkopen vanuit het volk. Zo, snel Bitcoins kopen. Dan moet in één keer iedereen in de elite in Nederland ook allemaal Bitcoins kopen. Ik denk, oh, fuck. Ja, maar Bitcoin zelf... Ja, je kunt wel heel veel Bitcoin hebben, maar als je niet weet hoe je het moet gebruiken, hoe je er echt daadwerkelijk dingen van kan kopen. Ja, gewoon met een QR-code bij de kassa. Moet gewoon makkelijk maken, jongen, dat kan makkelijk. Ja, oké, maar dan moet de lokale slager, die moet het ook... Ja, dat kan makkelijk. Wij kregen dat als jonkjes op de opleiding, maar dat kan allemaal makkelijk. Vooral met al die QR-onzin na die pandemie en zo. Iedereen is helemaal into de QR. Iedereen is helemaal in het scannen en plip, 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 plip met de mobiel. Iedereen is helemaal geconditioneerd. Alleen het kan nu gebruikt worden voor CBDC of voor echt een ultieme vrije munt, weet je wel. Of we gaan inderdaad voor... De meeste betalingen gaan nu ook allemaal via gateways. En die zijn niet in je eigen beheer. Eigenlijk wil je gewoon vanuit je eigen wallet die je bij je draagt betalen, direct. En dat zie ik nog heel weinig crypto-oplossingen doen. Ja, maar dat kan wel gewoon. Een winkel kan gewoon het initiatief nemen om gewoon een eigen wallet voor die winkel aan te maken, voor die filiaalmanager. En gewoon daarvoor die QR-code afrekenen en dat in een kassasysteem maken, weet je wel. Dat kan gewoon. Ik kan een beetje gedecentraliseerd dat inderdaad de winkel een wallet heeft en jij hebt een wallet en die twee praten dan met elkaar. Ja. Ja. Dat kan ook. Zo is het volgens mij ook bedacht. Of desnoods de cashier.
Hè? Dat je gewoon een fucking markt hebt waar allemaal mensen gewoon één ding proberen te verkopen. En dat hun gewoon, weet je wel. Die hele supermarkt heb ik sowieso een scheidhekel aan. Okay, ik wil helemaal geen supermarkt meer. Ik wil dat inderdaad alle supermarkten, alle winkelcentrums, allemaal helemaal leeglopen. Dat het één grote tyfusbende is. En dan wordt dat herbezet door allemaal occupiers die daar winkeltjes aanmaken met bitcoins. Of shitcoins van mijn part. Maar als het maar gebaseerd is op bitcoin en niet op de CBDC. Oké, dus je bedoelt een beetje de cyberpunk, ja. Sci-fi horror show. Als we dat nou doen... voor shit. En dan kunnen we daarvoor de komende 50 jaar op voortbouwen naar iets ideaals. In plaats van een van de tyrannie induiken. En dan weer over 100 jaar weer pas op dezelfde plek zijn waar we nu ook weer zijn, weet je wel. Kunnen we gewoon even de chaos induiken. Dat mensen niet echt voelen. Nee, ja, men, ja, maar, ja, nee, nee, ja, maar sommige mensen. Nou ja, misschien moeten meer mensen gewoon cyberpunk spelen dan. Of dat spel met die kat, dat is ook wel epic. Ja, die ziet er echt wel goed uit inderdaad. Die wil ik ook spelen. Maar ik heb geen goede videokaart voor. Hoe heet dat spel? Ik weet welke je bedoelt. Maar ik kan er ook niet echt op komen. Stray, oh ja. Hello everyone, my name is Swan, producer at Blue 12 Studio. Nee. Stray trailer... 1.96. Ja, zo'n spel, daar kun je rondlopen als kat. En dan, je bent een verdwaalde kat en je komt allemaal rare dingen tegen in de cyberpunk wereld. Je speelt schaf in de toekomst. Dat is voor die cat lovers out there. Oh, ik moet echt nog een eigen kat aanschaffen voor mezelf, maar ik vind het echt triest in een fucking appartement. Dit is het leven van een kat. Dit is wat je oude kat gaat. Actual gameplay. Dit is een mooiere kat als normaal. Ja. Maar... Ja, iedereen wordt al helemaal nat van de kattengeluiden en zo. Ja, het is wat mensen en katten. Wat is dat, Ewout? Jij hebt ook wel een soort van kattending, of niet? Ja, ik heb een tijdje in Duitsland gewoond met 10 katten om mij. Sindsdien heb ik altijd wel een goede band met katten. Waarom is shit altijd een kwantiteit, weet je wel? Het is nooit van, oh, ik heb met een vrouw of een kat samen gewoond. Nee, het zijn er meteen dozijnen gewoon. Bakken. Nee. Toch of niet? Of verwerk ik jou dan met iemand anders? Je had ook met bakken vrouwen ook samen gewoond, toch of niet? Ik heb wel eens met vrouwen samen gewoond. Niet bakken. Bakken, nee. Die is emmers vol, nee. Nee, fijn. Ik vond het wel grappig. 10 katten, jongens. Ik vond 3 katten al veel. Dus even kijken, wat hebben we nog voor een Viva Valentine? Support ons. Als je geen tribe member bent, dan deel gewoon de content. Ik denk dat het actueler is dan ooit. Goed. Ik zie je zo meteen op vivavalentine.com. Nee, zware review. Oké, heel mooi. Dan Viva Valentine review was dat. Wat vond je van deze review, Ewout? Strijkspray vond het zwaar. Ervaar je dat ook zo? Hij vond het saai, toch? Of
dat er niet echt iets nieuws aankwam. Omdat er is heel erg onduidelijk over deze situatie. En eigenlijk is het een beetje de kat uit de boom kijken nog. Oh, hij vond het zwaar omdat het saai was. Ja, dat is wat ik begreep. Dat kan. Nee, ja, ik bedoel, hoe meer perspectieven, hoe duidelijker de visie. Eens even kijken. Nationaliseren of niet? De poll. Ja, pak het terug. Revolutie, zegt 73% Ewout. Ik heb een hoop socialistische kijkers hier volgens mij. Een hoop trotse Nederlanders die niks voor niks gewoon alles onder het mom van de overheid willen gaan toch weer toe-eigenen. Tot datgene waar de burger recht op heeft. Wat zegt dat jou, Ewout? Ja, misschien zit dat anarchistische DNA nog ergens in ons. Zou kunnen. Wat om het gewoon te willen overmeesteren. Gewoon om gewoon de means, hoe noemen we dat toch weer? De means of production. To capture the means of production. Of society. Gewoon. We hebben niet voor niks een 80-jarige oorlog gehad. Nou ja, onze voorouders, mogen we hopen dan. Als we ook daadwerkelijk een beetje hier vandaan komen. Van Mansom. Ja, ik kom hier eigenlijk niet. Ik kom uit Schotland. Niet door vertellen. Het is een cultural appropriation hier. Ik heb hier een boek liggen met Van Asselt. Met een wapen en shit. Ik ga terug tot 800, jongen. Bam. Kan ook zijn dat ik voortkom met een of andere verkrachter die gewoon een naam gekaapt heeft. Je weet maar nooit. Je weet maar nooit hoe die dingen gaan. Vroeger was het wilde tijd. Misschien. Misschien was het heel verfijnd, Ewout. Vroeger was misschien wel een hele verfijnde tijd. Misschien waren we in de middeleeuwen niet zo die barbaren als dat we gepresenteerd krijgen. Snap je? Gewoon peertjes indraaien in de middeleeuwen. Peertjes. Ja, volgens mij zijn er aardig wat mensen in Indonesië die daar wat anders over te zeggen hebben. Wat zeggen die daarover? Ja, dat we toch gewoon barbaren waren. Oh. Ja, maar dat is dan in Eye of the Beholder. Nee, ja, maar dat we een verfijnde samenleving zijn, betekent niet dat we niet in staat zijn tot barbaarse dingen. Dat absoluut. Sluit ik ook nooit uit. Weet je wel, ik geloof niet in een utopia of zo. Ik geloof niet dat we ooit dan eens een keer op een plek komen waarbij we nooit barbaarse dingen noemen. Ik geloof wel dat we ooit op een plek komen waarbij we zoveel begrip zullen hebben voor barbaarse dingen, dat we het met z'n allen weten te consolideren op een of andere manier. Huh? Ik weet niet precies hoe dat eruit gaat zien, maar. Er zijn er nog lang niet. Volgens mij zijn dat dan die zwervers die van de straat af worden geplukt en dood worden geschoten tegen een muur ergens. Maar waarom? De kostenbesparing. Dan kost het de samenleving niet meer veel geld. Zoiets. Ja, dat zit wel aan te komen ergens in 2040. Ja, maar dat zijn precies van die gedachten waar je denkt van oké, we zijn er nog lang niet, weet je wel. We zijn er nog lang niet. Want dat is inderdaad wat er gedacht wordt, zeker. Mensen zijn hoe noem je dat? Iets onder de streep. Een cijfertje onder de streep. Dat is wat mensen zijn tegenwoordig. En het is rendabel of niet. Als het niet rendabel is, dan tel je niet mee, maat. Dan tel je gewoon niet de fuck mee. Ja, dat is toch wel een beetje die mindset waar we heen of moeten komen, weet je wel. Iedereen die nu geboren wordt, die heeft gewoon een bepaalde schuld. Dus ja, als je niet werkt, dan ben je af. Ja, ik denk wel dat die hele Klaus Schwab-bende zo denken dat ze dat door dus inderdaad de hele zooi in een soort van neo-communistische futuristische utopia te douwen, dat voor elkaar te krijgen, weet je wel. Iedereen gratis geprint vlees en zo. En iedereen kan in allerlei vliegende voertuigen overal heen op kosten van de staat. Maar als je dat bekritiseert, dan word je maar gelaserd vanuit de ruimte. Ja, je zult altijd van die psychopaten hebben op machtsposities. En daar gaat het fout. Ja, maar je maakt het. Ja, oké. Heb je niet het idee dat het ze nou extreem makkelijk wordt gemaakt? Of is dat gewoon iets van de tijd? Hè?
ja, misschien had je vroeger ook psychopaat als koning, weet je wel. Dan ook inderdaad gewoon. Dan had je, zeg maar, moet je voorstellen dat koning Willem dan inderdaad. Dan gingen we dan, kleden we ons allemaal mooi aan. Gaan we allemaal kijken daar in de koets, een hele bende en zo. En dan gaat hij daar zitten en dan zegt hij: we onthoofden alle Spanjaarden. We gaan iedereen fucking met de keil gelijk maken. En we bouwen schepen en we pakken heel fucking India in. En dan moet iedereen maar knikken zo van: oké, Willem, what the fuck, weet je wel. En dan was dat wat er maar gaat gebeuren. Weet je wel, misschien was dat vroeger. Je weet het niet. Alleen dan wel in een soort van Oud-Hollands, hè. Zijn hoofden in den... Kom... Nee, ik kan het even niet bolwerken in mijn hoofd. Wat ik precies gaande heb. Ik ga even mijn microfoon goed doen. Mag even. Nee. Maar wat denk jij dan, Ewout? Sorry, over. Nee. Ik ga eens even een rondje chatten, jongens. Ik heb de chat al heel lang links laten liggen. Gewoon echt. Als een stelletje bitches gewoon. Oh, jezus, dat is wel heel veel ingezoomd. Ik ga eens even een klein stukje pakken. Nog een klein stukje uitzoomen, jongens. What the fuck? Jongens, hey. Waarom zoomt hij niet uit? Scroll. Ja, oké, daar zijn we. Heel goed, oké. Vanuit, vanaf de... Eerst even kijken wie de fuck er nog allemaal zijn. Wie zijn er allemaal nog? Bas Lam, Horst, Bert, Sesimias, Frits Duisters, Jack de Smoker, Jos Broersma, Leo Prins. Ja. Peter Leo, Revive Jesus, Ricardo Penders, Rivendell, Robbie Trobby. Leuk dat Rijnt, Ronald H, Ruud Bruin, Sint Nietslo, Smoken Wil Gerards en Exhale. Nou, lachen hier nog blijven hangen. En als de NATO in samenwerking met Oekraïne de onlangse bezetting provincies gaat overnemen, gaan ze vol gas erop reageren, zegt Rusland, zegt Battlestation BS. Rivendell zegt, die moeten niet kwijlen en kop houden. Smokum zegt, dat was in the mind of the beslachter. Battlestation BS zegt, is dit het begin van World War III? Revive Jesus zegt, get off your high horse. Heus. Ricardo Penders zegt, ik woon precies naast JFK HQ van de Amerikanen en heb hier rare dingen gezien. Woon je in Amerika? Was die gozer ook toen neergesloten? Was in Texas toch of zo? Was toch in weet je nog waar JFK is neergeschoten, Ewout? Ik leefde toen nog niet. Okay. Battlestation BS zegt, wedden als dit conflict echt hard gaat uitpakken dat China Vietnam gaat binnenvallen. Robbie Trobby zegt, EU moet kapot. Revive Jesus zegt, ik heb wel heerlijk Bourgondisch gegeten. Godverdomme, wat hammetje of zo? Of Frits Duister zegt, ik moet wel zeggen, je bent een gek die met mensen kan spelen, maar niet met mij. Niemand is uniek, jij zeker niet. Weet je, als je nadenkt over een multiversum, dan is er niet alleen maar, ben je niet alleen uniek. Dan is ook gewoon alles wat je al hebt bedacht of denkt te kunnen al eens een keer gebeurd, weet je. Dus, weet je, je kijkt van binnen naar buiten. En buiten is oneindig, dus je maakt het zo groot als dat je zelf bent uiteindelijk. Ruud de Bruin zegt, vertel Ricardo, UFO's. Ricardo Penders zegt, nee, dat niet. Maar wel heel veel legermateriaal die ze ergens hebben verstopt onder de grond of shoe. Smokum zegt, live in the pot, eating the bugs. Die verzon ik er gewoon even bij daar. Nice, maar niet heus. Revive Jesus zegt, zogenaamd door God aangesteld. Sint Nietslo zegt... Oh, fuck, ben ik hem kwijt. Hoe ver zitten we hier dan? Fuck man. Goede sketch van Bill... Nou, ik begin gewoon weer ergens, jongens. Goede sketch van Bill Burr. Hij is de aarde... Hij de aarde wil depopuleren, zegt Excel. Ricardo Penders zegt, ze hebben ook een toren waar rare schotels op staan. En op de toren laatst... op de toren waren laatst lampen aan die normaal nooit aanstaan. Dat was toen Poetin dreigde met nucleaire wapens. Oh. Ronald Haas zegt, Von Hasselt. Bas Lamhorst zegt, ik heb de afgekeurde drank van de drankgigant. Oh, gunstig. Robbie Trobby zegt, wat rook je vandaag, Peter? Ik rook vandaag wat ik altijd rook. Dus moet je maar gewoon mijn shit terugkijken. Haha, meer kliks.
Jack the Smoker zegt, YouTube is weer lekker deze kritische denker en zijn en geen SJ Social Justice Warrior zijn comments te blokken. Jack Smoker, YouTube is weer lekker deze kritische denker en zijn en geen Social Justice Warrior. Bedoel je, ben jij dan geblokt, Jack the Smoker? Wat is hier gaande? Zijn we weer paren omdat YouTube vreemd werd, doet. Niet, ik weet niet, nou fijn. Peter Leeuw zegt, niet veel denken. Maar wel veel koffie. Bas Lammer zegt, er is een actie bij de babydump. Babydump? What the fuck? Rivendell zegt, wel politiek correct, hè? Owee. Jack Smoker zegt, maar dan ben ik gewend met mijn mening op een social justice warrior platform. Oh. From Russia to Krusha zegt, Petur... uitroepteken, smeerderen. Jack the Smoker zegt altijd blijven lachen. Swerry okay nog, zegt Swerm J. Ronald H. zegt, hier 93 kijkers hier zo. Inmiddels 88. Doe jullie fucking comment sectie. Het gaat ook maar door, hè? Ik denk, ik kom een keer aan het einde. Nou ja, Wil Gerrit zegt, dat was niet Dynasty, daarom wist ik het. Jons Broersma zegt, onder de Brusmer Heide zeker. Het pandes. Ruud Bruin zegt, Ricardo de Maat woont in Limburg. Weet je, ze zijn inmiddels gewoon lekker met elkaar aan het praten. Ik vind dat mijn best. Ik ga ook wel rustig een beetje er een eind aan brouwen. Ewout, wat vind jij ervan? Ga ik er een eind aan brouwen? Of heb je nog zieke onderwerpen aan te snijden hier? Zal ik nog eens even door de Club Allehoed gaan lopen? Ik heb een knalende hoofdpijn. Er komt niet echt veel nadenken. Wordt een beetje moeilijk voor mij schrijven. Ach, gussie toch. Heb je gewoon even rust nodig en een kopje thee? Ik heb zo'n halve liter dropshot gedaan en dat was dus niet zo'n goed idee. Een halve liter dropshot was geen goed idee. Nee. Nee, ja, dropshot is over het algemeen niet zo'n goed idee. Dus elke meerdere kwantiteit ervan, die zal daarvan de goedheid van het idee alleen maar afnemen. En misschien werkt dat wel exponentieel. Misschien werkt dat ook wel exponentieel. Godverdomme, ik zag net ik denk een mooi plaatje om mee te eindigen, maar... Ik vind die toch wel, en blijft toch wel stiekem leuk. Ik zag hem net, ja, oh, godzijdank. Ik was al bijna bang. Ewout, ik sluit de hele boel af. Ik wens je nog een fijne avond en beterschap met je hoofdheuft. Joep. Dat valt me niet moeilijk te zijn. Zo. Ja, ik Ik de hele fucking film weg. Ik ga maar heel even. Ja, dan mag ik gewoon weer opnieuw bijpakken. Op YouTube is 10 uur. Ah, ik kan natuurlijk ook wel. Weet je wat ik al. Ik ga daar eens mee afsluiten. Want ik heb het toen aan hem gevraagd. En hij zei van ja, is cool, gebruik mijn muziek. En ik heb het nooit. Ja, nou, ik weet niet of ik. Ik heb volgens mij wel eens een keer zijn muziek gebruikt. Maar. Dat moet ik eigenlijk gewoon op YouTube doen. YouTube. Dikke Baap. Maar hij heeft ook echt een nummer dat nu ook gewoon echt nice hard gaat op YouTube en zo. Mensen, hij krijgt appreciations. Dikke Baap. Dat is voor iedereen een aanrader. Vooral als je inderdaad gewoon hard gaat. Dikke Baap, Vistek. Het sluit dan mooi aan op de hele de Haan situatie, weet je wel. Ik bedoel, ik trap hem van Dikke Baap en Natte Vistek. Daar sluit ik hem dan mee af. En dan wens ik iedereen voor de rest een hele fijne avond. Kan ik. Ah, shit. Ik trip hem hard. Ik heb zin om de GM's. Fijne avond iedereen. Bedankt voor de chat. Shit was weer gaande. En een fijne doende dag. Klap ook wat zegels.